be dumb, you gotta be tough. When you get knocked down, you gotta get back up. You know, I've been hearing more and more about a thing called fake news, and they're talking about people that go and say all sorts of things. But I will tell you, some of the media outlets that I deal with are fake news, more so than anybody. They're a bunch of killers with good social media. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. When you get knocked down, you gotta get back up. In ons land geloof ik ministers van justitie gelukkig van welke partij ze zo ook zijn. Ook als ze liegen? Ja. Gelooft u ze ook? Ze liegen niet. Ja, nou, dat wordt hier in aangetoond. Minister liegt niet. And you know, fuck the EU. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. When you get knocked down, you gotta get back up. De gedachte dat dit kabinet, en ik heb dat steeds in de media teruggelezen, dat wij dingen zitten toe te dekken, dat wij dingen in doofpotten zitten te doen, nee, is totale nonsens. Ja, nonsens is dat. Nonsens. Weet u, wat zijn we ongelooflijk goed land. That's the way it is in life and love. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. You're awake, by the way. You're not having a terrible, terrible dream. Also, you're not dead and you haven't gone to hell. This is your life now. This is our election now. This is us. This is our country. It's real. Net niet live. Het is donderdag 15 februari 2018. En dit is uitzending 231 van Net niet live. Nummer 231, Mick. 231. Uiteindelijk het nummer waar allemaal al die tijd omgedraaid heeft. Dat wisten wij ook, hè? Wisten wij. Van tevoren hebben we al gezegd, hè? Weet je wat we zeiden? We zeiden, of we maken er 5, of 231. Maar daarna, dan stopt het. Ja, dat zeiden wij eigenlijk niet eerlijk gezegd, als we nou toch eerlijk zijn. Mm. Maar dat zei de AIVD. Die zei, dan maken er eerst 5. En als dat een succes wordt, 231 in totaal. En dan is het klaar. Dan moeten ze het gesnapt hebben, dat de wereld verrot is, dat niks, dat alles omgedraaid is in deze wereld. En als ze dan nog niet snappen, dan zoeken ze het godverdomme waar het ook. Godverdomme, Nick Holster nokken. Nee. Wil ik nog even in de laatste uitzending gezegd hebben, Mick? Ja. Ik heb een schurfhekel aan radio, hoe heet die fuckers? Radio Zeeland. Nee, wat was het? Ik weet niet meer hoe het heet. Ierseke. Nee. Goes. Hoes. Ja, maar het heette anders. Het heette anders. Radio Maastriel. Waal. Rijnwaal. Rijnwaal. Waal. Nee, wat was het? Maaswaal. Ja, iets in die richting. Radio Kut. Dat was het. Maar we waren wel een tijdje in de eten. We waren een tijdje in de eten, ja. Oh. Nou, mensen, ik heb al een aankondiging gezegd, we gaan geen sentimenteel afscheid nemen. Is de bedoeling? Ja, kijk, lang eerst zijn tranen gaan er komen, Mick. Ja, net zoals bij, hè? Ja, op het einde komt er een hikje. You know? 4,5 jaar net die live. Oh, mooi. Oh, je hebt een gejokken brand. We gaan gewoon meteen beginnen met het nieuws gewoon. Het nieuws gewoon, ook niet inkomen, gewoon bam. Gewoon zoals altijd. En ik bouw het wel eerst op, dus we kunnen wel inkomen. Dat is gaaf. Beginnen wij. Geen inkomen, maar we kunnen wel inkomen. Geen inkomen, maar wel ook weer wel inkomen. Ja, ik denk dat iedereen het wel meegekregen heeft, hè? Halbertje. Dus we beginnen met het NOS-journaal. En dit moet ik ook gezegd hebben. Dank jullie wel, NOS. Voor de afgelopen jaren of voor deze week? Vooral voor deze week. Vrijdag, Joost. Afgelopen vrijdag, afgelopen zaterdag, afgelopen zondag. Zondag, en volgens mij ook maandag. Ja. 4 krachten op rij. Dionne, straks 8 uur journaal. Maar op de vrijdag of de zaterdag, voor de mensen die geïnteresseerd zijn, Bas weet het nog wel, liep ze in een zwarte rok. Niet normaal! Dat denk je bijna, denk dit hadden in de jaren 80 niet op tv gemogen. Ja, ik had ook helemaal geen clips vrijdag. Ik zat alleen maar weer naar Dionne de kont zitten kijken. Nou, dat mis ik, hè. Ik zie het niet meer. Ja, dat is echt wat mij te doen. Die jongen gezien heb, dat ik hem maar vraag aan Bas, het was vrijdag of zaterdag. Echt, gewoon het journaal kijken, zonder, wel met het geluid van haar. Het nieuws boeit toch niet. Dankjewel. Kun je hem eigenlijk ook zonder geluid kijken dan? Tuurlijk, druk ik op die knop, geluidsluisterpikertje. Ja, dat boet niet in aan... Je moet wel naar Dionne. Ik zal een voorbeeld geven, ja? Dionne, komt-ie. Goedenavond. Oh. Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken blijkt jarenlang te hebben gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Zijlstra zou hem in 2006 in zijn dacha hebben horen praten over een groot Rusland. Dacha. Maar vanmorgen moest hij tegenover de Volkskrant toegeven dat hij daar zelf niet bij was. Ah. Vooral de timing is ronduit ongelukkig.
Woensdagavond heeft minister Zijlstra een ontmoeting met zijn Russische collega Lavrov in Moskou. Over gevoelige zaken als het MH17-onderzoek en de rol van Rusland in de verspreiding van nepnieuws. En dus moest Halbe Zijlstra diep door het stof. Zo'n krantenkop is zeldzaam en een minister die excuses maakt voor leugens, ook dat is bijzonder. Het gaat om dit verhaal wat Zijlstra graag vertelde. Let op, wat nu volgt is allemaal niet waar. Het was begin 2006 aanwezig in de dasja van Vladimir Poetin. Zielig. Was er als medewerker. Was weggestopt achterin het zaaltje waar het plaatsvond. Maar ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was. Maar Zijlstra was daar helemaal niet. Dus hoorde zelf ook helemaal niets. Zielig. Iemand anders vertelde hem over de dreigende taal van Poetin. Die droomde over de uitbreiding van Rusland richting Europa. En dit is even inkomen hè, voor de mensen. Ik draai dit gewoon even af. Hij heeft hiervan gedacht, dit is niet interessant genoeg. Want hier is nog bekend van wie er dan wel bij was. Ja, iedereen wist dat. Dat het Bert van der Veer van Shell was. Ja, maar hij heeft hier gedacht van, nee, dat kan ik niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat Bert van der Veer. Nee, want dat gaan ze nu zeggen. Bronbescherming. Iemand van Shell. Dat zijn een soort van puppet masters. Zo'n Halbe Zijlstra. Dat wist ik dus eigenlijk helemaal niet. Maar het verbaasde me helemaal niks. Dus voordat hij de politiek in ging, had hij een functie bij Shell. En hij vertelt in dat verhaal niet. Hij vertelt in dat verhaal wat je net hoorde. Ik was als medewerker daar. Ja. Ja, ik was als medewerker. Hij bedoelde eigenlijk, ik was als medewerker van Shell daar. En dan ga je alweer hè, met de inmenging. We hadden toch met die dividendbelasting laatst ook al, dat Shell de boel gechanteerd had en gedreigd had om ergens dan maar ergens anders te gaan vestigen. Als ze de dividendbelasting niet zou afschaffen. En dit was wel mooi, hij was er niet eens medewerker van Shell. Hij was er eigenlijk zijn helemaal niet. Dat is nog mooier. De wereld moet dat weten, dacht Zijlstra. En het helpt als ik het dan zelf vertel. En dus deed Zijlstra net of hij erbij was geweest. Een leugen. Dat dom is geweest, dat blijkt wel. Ik heb op die manier geprobeerd mijn bron te beschermen. Maar ja, ik kan het feit dat ik het op mezelf betrokken heb en daarmee dus inderdaad een onwaarheid heb verteld over het feit dat ik er zelf was terwijl ik er niet was. Ja, daar kan ik het niet mee wegnemen. Dat is heel dom geweest. En u mag van mij aannemen dat ik daar goed spijt van heb. Maar ik heb het natuurlijk gehoord, maar ik weet niet, hoe zijn ze erachter gekomen? Nou, dus, ik heb me wel een beetje in verdiend. Hoe ga ik dit zeggen? In ieder geval een paar Ruslandkenners. Ja. Een paar Ruslandkenners die hadden de afgelopen weken al of zo hadden ze hun vraagtekens gezet bij het verhaal van Halbe dat Poetin gezegd zou hebben dat hij, want dat is het verhaal wat Halbe constant herhaalt. Ja. En de VVD is dat Poetin militair op militaire wijze Oekraïne, Kazachstan, Wit-Rusland en de Baltische Staten wil terugnemen, omdat hij vindt dat het een groot Rusland is of zo. Dat hoort erbij. En dat wil hij met militair ingrijpen voor elkaar krijgen. Hè? Zie dat in Oekraïne, hoe hij dat doet. En dus moeten wij als NAVO daar met z'n allen met 100.000 man aan die grens gaan staan. Om dat tegen te houden. Beetje, dat is die warmongering boodschap. En er zijn de experts, zo heb ik het begrepen, in de media naar buiten gekomen. En die hebben gezegd, ja, dat lijkt ons sterk. Dat hij het al gezegd heeft. Ja, dat is één. Maar hij zal dat nooit van zijn leven zeggen tegen westerse mensen. Die bedrijfs... Shell. Nee, dat gaat hij niet doen. Als hij dat gaat zeggen, dan doet hij het intern. Zegt hij, Lavrov, we gaan een heleboel in Pakski. We gaan ze Pakski. Het is geen Mongool. Release the dogs. Nee, het is geen Mongool. Het is geen Mongool. Dus er waren meerdere experts, zo heb ik het begrepen. Ik heb er verder niet in verdiept, want ik vond het al veel te grappig dit allemaal. Het lijkt erop, daar komen we straks ook alweer op terug hoor, dat er wel een aanzetje gegeven is. Snap je? Ja. Het lijkt erop dat ze hem een beetje aan het gewipt hebben, ja. Iedereen want dat is hetzelfde, wat, ja, daar gaan we weer, Volkskrant, dat is een rode draad in onze uitzending, Volkskrant en Nieuwsuur en NRC Handelsblad, die drie. Dat wordt, is toch een beetje de elite, de intellectuele club van hele goede journalisten, bladibla. En die komen alleen maar altijd met nieuws, ook met de bonnetjesaffaire en met laatst ook weer met dat ministerie van Justitie was ook weer wat aan de gang. Die komen altijd met een agenda, hebben ze in één keer nieuws. En dat gebeurt nu ook. Ze hebben in één keer, maar volgens ons klopt dat niet wat Halbe daar zit te verkondigen. En Halbe gaat er dan in één keer eerlijk en transparant lopen zijn. Wat een minister helemaal niet hoeft te doen. Nee. Dat is juist de definitie van een minister is.
Je liegt altijd. Ja. Alleen je moet het niet toegeven. Maar hier was het niet toegeven, is het goed. Hier was het nog net uitgekomen en hier hield hij nog vol. Dat hij, ja oké, ik was er zelfs niet bij geweest. Maar het verhaal wat daar verteld werd, dat is wel zo verteld. Maar wie gelooft Zijlstra nu nog? Het internet maakt zich intussen vrolijk over een minister die claimt dat hij erbij was. De coalitiepartijen blijven hem steunen. Nog wel. Hij heeft een bron willen beschermen. En daar heeft hij een route voor gekozen die onverstandig is. Dat zegt hij zelf ook. Maar de inhoud staat niet in discussie. Maar hij had het niet zo moeten doen. Dit is even lastig voor hem. Hou deze even vast. Soms pak ik weer even dingen op als je het weer nog een keer terug hoort. Dit clipje. Maar over de inhoud... Wat zou je gewoon hier de inhoud? Hij had het niet moeten doen, maar de inhoud? Steunen, nog wel. Hij heeft een bron willen beschermen. En daar heeft hij een route voor gekozen die onverstandig is. Dat zegt hij zelf ook. Maar de inhoud staat niet ter discussie. Nee. Maar hij had het niet zo moeten doen. De inhoud staat niet ter discussie, zegt Rutte hier nog. Niet ter discussie meer. Ja. En dan ga ik nu alvast even een kleine teaser geven. Rutte heeft gisteren, nadat zelfs eruit was tijdens het debat... is bekend geworden, of daarvoor al, dat Rutte al enkele weken op de hoogte was dat dit verhaal niet klopte. Ja, misschien dat hij dan nog denkt dat de inhoud klopt, maar dat weet ik niet. Of ze dan echt allemaal zo dom zijn. Dat zegt hij wel op taal. Of heeft die Bert van der Veer hun nou genaaid? Want dat is, die zit een laagje hoger in de piramide. Heeft Bert van der Veer tegen Zijlstra gezegd, joh, sowieso was het gegaan. Echt waar? Moet je gewoon vertellen. Zeg maar, dat, noem maar even jij het gedaan. Echt waar? We weten het niet. Want het is wel heel... Kom ik zo op terug allemaal. Het is even lastig voor hem. Maar het hoort ook wel bij Halbe Zijlstra om daar zelf helder over te communiceren. En het debat in de Tweede Kamer over om te gaan. Typisch. Ja, minister van Buitenlandse Zaken die liegt over zijn contacten met de Russen. Is ook in het buitenland nieuws. Zo noemt de Washington Post het potentieel schadelijk. En spreekt Russia Today van een awkward moment. Een onhandig moment, zo vlak voor een ontmoeting in Moskou. We gaan naar Den Haag, naar Xander van der Wulp. Ja, Xander, hoe schadelijk is dit nu voor Zijlstra? Tja, ik denk dat Halbe Zijlstra vanochtend zelf had gehoopt dat hij met dat hele stevige excuus deze zaak wel over zou waaien. Maar dit is natuurlijk heel schadelijk. Is Halbe, ze doen net of Halbe dom is. Maar Halbe is, je kan alles van Halbe vinden, maar hij is niet dom. Hij zijn allemaal geen domme jongens. Hij is geen domme jongen, echt. Alles behalve een domme jongen. Ja, gekwiekste, ja, vosjes. Die hebben gekwiekste jongens. Ja, maar hoe hij hier zegt, Halbe had gedacht dat hij hier met de excuus wel weg zou komen. Had hij dat echt gedacht? We weten het niet. Nee. Dat zou wel heel dom zijn. Ja. Je moet, als liegende mensen moet je nooit toegeven dat je gelogen hebt. Nee, je moet gewoon tot in je graf volhouden. Van tot in je graf volhouden, dat wel. Tot je dat laatste zetje krijgt van euthanasie, als je 90 of... Totdat Poetin zelf in een persconferentie verklaart dat jij absoluut niet in die hal was. Ja. Was je in die hal? Je was er gewoon hal. En weet je wat je nog beter kan doen? Als ik heel eerlijk ben, als ik minister was, als ik hal was geweest. Je moet het wel iets weg van hal. Je moet het niet terugtrekken, je moet het nog verder overdrijven. Hal bij Boskamp. Je moet zeggen, zeker was ik er wel. Sterker nog, een afloop. Ik zat vooraan. Ja, en de afloop ben ik met Poetin... Ik heb de speech geschreven. Ik sliep met Poetin thuis. Waren mijn plannen? Ik sliep met Poetin thuis. In zijn datje. Hij wou met me trouwen. Zoiets. Ja. Je moet het nog gekker maken. Dat is de aandacht van deze leugen afleiden naar iets veel gekkers. En daar dan... Ja, dat lijkt je dood. Ik heb ook foto's gezien van Halbe naast Poetin. Allebei ontbloot boven lichaam, allebei bepaard. Hij was er gewoon bij, hè? Ja, maar hij schijnt ook op het veld hebben gestaan bij de EK-finale 1988. Bassie en Adriaan. Overal bij. Hij was ook in die cel, hij zat ook naast die spaceman, hè, in de Tesla, in zijn ruimte. Zat hij naast. Hij zit er nou nog. Volgens mij zit er gewoon een lijk in die Tesla. Als hij er al rondrijdt. En die Tesla die aandacht mist van de wereldpers. Hebben die gewoon, Tesla gaat Mars van missen. Ja, dat lijkt me ook, ja, want hij staat in de studio. Oh, is hij helemaal niet, hè? Ja, dat is nog even een teaser voor mijn volgende stap in mijn carrière. Complotconcurrent. Ja, in uitzending 1 zit dat erin. Ja, we hebben nu net die live. Daar heb ik nog wel wat mooie beelden van gevonden. Nou, merk het. Je bent alle mooie nieuwspaaltjes en al een beetje aan het wegsluiten. Ja, maar dat is geen radio ding. Dat moet ik laten zien. Oké. Ja, eens. Dus dat kan ik uitleggen. Maar niemand, dan kan ik weer zeggen, zoals ik altijd al doe in 230 uitzendingen. Zo en zo heb ik het gezien. Ga het zelf ook nog even kijken op internet. Of ik niet jokken brok, net zoals Halbe. Maar hoeveel van onze luisteraars gaan daadwerkelijk naar YouTube? 1, 2. Misschien op zijn hoofd. Ja, Bas en zijn Bas. Dus ja. Tweeën. Ja, meestal is het Bas die zit dan op de verkeerde, hè? Ja. Bij Bas' browser heb je automatisch invullen. En als je bij mij in Y doet,
Dan komt hij YouTube. Maar hij zit in de van YouPorn. Ah, Bas kan het hebben, hij was. Heel schadelijk. Kijk naar die aandacht van de wereldpers. Kijk naar hoe Zijlstra wordt uitgelachen. Dat is niet goed voor hemzelf. En het is ook niet goed voor het hele Nederlandse kabinet. Het is niet goed voor zijn reputatie, voor zijn geloofwaardigheid. Je zei ook al, er spelen hele belangrijke, ingewikkelde dossiers tussen Nederland en Rusland op dit moment. De afhandeling van het MH17-proces, het aanpakken van nepnieuws. En hoe wil Halbe Zijlstra dat in Moskou nou nog geloofwaardig gaan aankaarten? Dat is vanaf nu de centrale vraag. Dat was toen de centrale vraag. Ja, ik. Nou, ik denk, je wil nog iets zeggen. Nee, ik ben in de moment. Zullen we even doorgaan in de moment dan? Want ik had een clipje. En die heet. Dit vergeten wij in de volgende clip te vermelden. Ja. Nou, had ik heel snel kunnen zeggen: dit vergeten ze te melden. Maar eerlijk gezegd, weet ik even niet meer wat ze vergeten te melden. Daarom heb ik het ook zo genoemd. Ze vergeten iets te melden. En heb ik het geklipt? Dat is slim, hè? Dat is journalistiek. Dat is journalistiek goed werk. Maar dit. Mensen, vergeet de NOS in de volgende clip te vermelden. En ook in de vorige verschijnen. Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra, die komt steeds verder in de problemen. Hij blijkt namelijk niet alleen te hebben gelogen dat hij in een kamertje met Poetin in een dacha heeft gezeten, die er allemaal geopolitieke uitspraken deed. Ook de inhoud van de boodschap van Poetin, zoals Zijlstra die heeft naar voren gebracht, die klopt niet, meldt de Volkskrant. Politiek verslaggever Laurens Boven, goedemorgen. Nou, ik had het net zelf al aangekaart. Maar dit vergeten ze constant. Ik weet zeker dat het in de... Nee, in de eerste ook niet, want toen wisten ze het nog niet. In die tweede zit het gewoon echt niet. Dat zweer ik. Ik heb er niks aan geëdit of zo. Dit hele verhaal, wat niet onbelangrijk is. Gewoon dat hij het hele verhaal gewoon totaal anders heeft verdraaid. Om Rusland daar als een soort hele nasty boogeyman neer te zetten. Dat het helemaal gewoon verzonnen is. En we gaan het nu ook van Laurens horen. Kom maar, Laurens. Hij was. Ja, want uiteindelijk is nu de bron bekend. Hè? Jeroen van der Veer, de oude Shell-topman, heeft gezegd, nou, dat heeft Poetin nooit zo gezegd. Maakt dit verhaal van de Volkskrant het nu ook anders voor Zijlstra? Ja. Ja, compleet anders, zou ik bijna zeggen. Waarom? Omdat gisteren, je hebt het allemaal wel meegekregen, de verdedigingslinie van Halbe Zijlstra als volgt was, inhoudelijk klopt het wat ik zei, de vorm was een beetje dom. Dat zei Zijlstra, dat zei Rutte, dat zei de hele coalitie, dat was het. Die twee dingen werden uit elkaar getrokken. Maar nu blijkt dus ook de inhoud niet te kloppen. Ja, en dan wordt het wel heel ingewikkeld. Hè? Want dan heb je dus een stommiteit begaan in de vorm. Dat je dus gedaan hebt alsof je zelf in de dacha was. Terwijl dat dus Jeroen van der Veer was, weten we nu. En dat je het zelf hebt gehoord. Terwijl je het dus hebt gehoord van Jeroen van der Veer. Dat die dat heeft gehoord van Poetin. Maar je hebt benadrukt keer op keer dat het klopte wat Jeroen van der Veer. Althans, wat jij hebt gehoord. Hoe Jeroen van der Veer dat heeft gehoord. Dat Rusland dus heel dreigend was naar zijn buurlanden. Daar komt het op neer. Hè? Exact. Dreigend naar zijn buurlanden. Mm-hmm. Terwijl Jeroen van der Veer dus heeft gehoord. Nee, het ging om een historische context van het begrip Groot-Rusland. En helemaal niet om een acute militaire geopolitieke dreiging. Dat is nogal een verschil, ja. Dat is hetzelfde hoe wij nog steeds Groot-Nederland aanhangers zijn. Ja. Maar dat betekent niet dat wij daadwerkelijk... Vlaanderen daadwerkelijk met geweld terug gaan innemen. Niet meer waarschijnlijk. Niet direct. Het was ooit wel de intentie. Tenzij er alsnog genoeg draagkracht voor komt. Ja. Maar dan democratisch. Democratisch. Maar zie jij die Vlamingen al? Nee. Nee, die Vlamingen hebben niks democratisch. Nee. Meer onder Nederland. Al onder Nederland. Als Nederland is democratisch. Ja. Kijk. Ik denk dat je geen meerderheid in de Eerste Kamer krijgt. Ja, maar, nee. Ja, er is al iets geweld bij. Ja, daar zijn ze ook niet heel vies van, hè? Daar houden ze wel van, ja. Met die geweld. Maar ja, in de tijd dat ze ook de VOC-helden eigenlijk niet meer kan, omdat ze geweld gebruikten. Misschien stiekem. Pies. Even kijken, zal ik mezelf nu alvast een pluim gaan geven of straks? Ik ga wel even wachten. Wachten? Gewoon nog even lekker warm laten worden. Ja. Ja, oké. Dan gaan we nu even naar, een dag later. Dit was net buitengekomen in de Volkskrant. Ja, toen las ik s'nachts al. Ja, nou, die zijn we kwijt. Ja, dat is klaar. Mijn voorspelling is uitgekomen. Maar, even kijken, waar zit hier? Deze. Halve tranen. Halve traantjes.
halve stralen. Ja, en ik had toch wel redelijk iets met hem te doen. Is dat gek om te zeggen? Ja. Is dat vloeken in de complotkerk? Beetje. Ja. Iedereen zo... Oh, oh. Maar dit is wel die droom van die man, hè? Van die mind ego. Ja, het was een, raspoliticus, hè? Ja. Om nul. En ik is geen eis om nul. Nou ja, hij was op zich groot genoeg dat ze na zijn vertrek, om dat snel uit het nieuws te krijgen, Ruud Lubbers ervoor vermoord hebben. En een donorwet aanhalen. Ja. Ja, want daar begint de clip mee. Wat heb ik eruit geknipt? Want ze hadden... Het komt dus, de clip begon ermee van... het is bijna nog nooit voorgekomen dat zowel in de Tweede als ook in de Eerste Kamer zo'n veel te doen was. In de Eerste Kamer flikkerde de donorwet er doorheen. En in de Tweede Kamer stond halbe te janken. Zalig. Ik heb ook geen clip over die donorwet. Ik heb er helemaal geen zin in. Donorwet, jij? Moet je er iets over zeggen? Ik hoef niks over de donorwet. Dat is me ook helemaal geen klap eigenlijk. Ik vind... Het is ook vloek in de complotkerk. Sorry, ik ga heel veel vloek in de complotkerk. Het interesseert me geen bal. Iedereen donor. Ja. Ja. Ja, dat is de realiteit. Deal with it. Ja, mensen zitten trouwens allemaal op... Ik vind het goed. Als je geen donor wil zijn, dan moet je aanmelden. Ik ben in principe... maar dat is een ideologie die ik aanhang. In principe vind ik dat je eigenlijk andersom beter is. Maar ja, dit is nu de realiteit. Dit is de realiteit. De Eerste Kamer heeft er doorheen gejast. Dus deal with it. Ja. En heel veel van die alternatieve media die lopen al dagenlang erover te janken, bladibla, het is een complot. En ja, deal with it. Het is de werkelijkheid. Ja, het is niet anders. Ja. Dat was onze mentaliteit. Dus do it. Het gaat niet veranderen. Nee. Halve tranen. Komt-ie. De eerste kwestie, Zijlstra. De minister van Buitenlandse Zaken kwam steeds verder in de problemen door zijn leugen over een ontmoeting met de Russische premier Poetin. Vanmiddag moest hij zich verantwoorden in de Tweede Kamer. Maar zover kwam het niet, want Zijlstra gooide al voor het debat de handdoek in de ring. Ik doe dat met spijt en maat. Hou hè. Maar in de volle overtuiging dat Nederland een minister van Buitenlandse Zaken verdient. Excuus. Die boven elke twijfel verheven is. Oh. Die belangrijke taak die hem of haar gegeven is, dat hij of zij die zonder terughoudendheid kan vervullen. In Den Haag rolvrezen. ik heb toch ermee te doen. Nee. Nee, eigenlijk helemaal niet. No. Helemaal niet. Maar toch een droom uit elkaar. Ik hoop dat die werkloos blijven en naar een kraag komen verhuizen. Ik heb er te vergeefs naar zitten zoeken, want ik had gedacht dat iemand van al die photoshoppers op dat hashtag halbe was erbij, dat hij toch wel eentje tot het briljante idee was gekomen om een photoshop te maken van Fred Teven in zijn bus met halbe Zijlstra ernaast als conducteur. Speld. Ja, echt? Speld. Al, met foto? Nee, die zei dat, die had het artikel Connection heeft aangegeven dat ze geen baan hebben van halbe Zijlstra. Ja, maar dat was toch mooi om dat te photoshoppen? Ze hebben allemaal dezelfde dingen. Dat had ik nou mooi gevonden. Die wou ik als bij onze show. Fred Teven en halbe Zijlstra. Hij was erbij, in de bus, samen. Fantastische photoshop geweest. Ja. Gemiste kans. Of ik hoop dat mensen hem nog kunnen vinden. En even mij een... hoe noem je dat op Facebook? Even een push-notificatie kunnen sturen. Haartje onderin. Noem je dat zo? Nee. Jij bent van Facebook, hoe noem je dat? Een poor. Geef me een poor. Poor. Zwaai. Een wat? Zwaai, een poor. Porren? Ik doe dat nooit. Je bent geen porren. Ik poor niemand. Ik zou ook niet weten waarom ik iemand zo moet. Waarom zou ik... Geef me eens één goede reden waarom ik iemand zo moet porren. Johan van Achelen deed dat vroeger altijd. Ja. Ja, maar die deed het in real life. Die deed het in real life. Ja. Met digitaal porren. Ja, ik weet ook niet wat het is, joh. Ik ben ook opa verteld. Ik ben geen digitaal porren. Ik ben nog van ICQ. Dat was wel leuk, toen kon je elkaar zien typo. Toch? Dat weet ik al geen eens meer. Als je al een type was, dan ga je al gelijk wat iemand intypen. Dus als het dan weer wegveegt, dan had je toch leuk. Oh ja? Ja. Emotionele halbe Zijlstra, onvermijdelijk dat hij aftrad? Ja, en Zijlstra is dat uiteindelijk vandaag zelf ook gaan inzien. Hij wist natuurlijk dat het een heel moeilijk debat zou worden. En hij zag eigenlijk voor zichzelf geen andere uitweg weer toen hij vanmorgen alles op zich in liet werken. Toen heeft hij zelf besloten om af te treden. Maar hij zag het beeld over zijn leugen in de media, in de publieke opinie, in het buitenland. En dat was zo desastreus dat er geen houden meer aan was eigenlijk. Natuurlijk.
Dat zag ik al bij Voetbal Insight die dag ervoor. Maar het, alleen, het hele volk was me belachelijk aan het maken. Dat is ook Nederland. En terecht. Ja, dan ben je eraan. Ja. Ja. Dan ben je eraan. En terecht. Dus, want niemand neemt hem ooit nog serieus. Ja, over een paar jaar kunnen we terug. Dan zijn ze het vergeten. Ja. Nou, het is gisteren nog volop verdedigd, onder andere door premier Rutte. Was daar dan vandaag ook weinig van over? Nou, er is in ieder geval al vrij snel nadat ze gisteren om hem heen gingen staan, de vier coalitiepartijen, twijfel gerezen. Ze hebben het onderschat en zijn gaandeweg de uren gaan inzien dat hier toch iets fundamenteels in het geding aan het... Ze vergeten constant dus dat hij het hele verhaal van Bert van der Veer gewoon verkeerd heeft geïnterpreteerd. Vergeet ze constant. Ja. Tuurlijk, als toen ze dat hoorden, en dat hoorden ze al voordat wij het hoorden. Jeroen van der Veer, Bert van der Veer van het deel. Jeroen van der Veer dan. Wat? Hij heet Jeroen van der Veer. Wat zei ik dan? Bert van der Veer. Oh, Jeroen van der Veer. Zeg ik Bert van der Veer? Ja. Hm. Nou, dat is in jouw hoofd. Dan gaan we terug luisteren. Oké, okay, luister terug mensen. Ja. Wie had gelijk? Ja, wie had gelijk? Komen was. Kun je de volgende show prijzen? De minister van Buitenlandse Zaken die moet opereren op het internationale podium waar betrouwbaarheid, geloofwaardigheid essentieel zijn. En dan ging het dus echt in deze hele discussie over meer dan heb je wel of geen steun nog in de Tweede Kamer. Het ging hier over het aanzien van Nederland in het buitenland. Of je nog geloofwaardig kan opereren in gevoelige dossiers met de betrekkingen met Rusland bijvoorbeeld. MH17, nepnieuws. Allemaal zaken die ver het Haagse gedoe, als ik het zo mag zeggen, overstijgen. En dus zag je vandaag dat de verdediging die er gisteren nog wel was, niet meer uitgesproken werd. Hier weet hij het al lang. Het is klaar. Meneer Zijlstra, bent u morgen nog minister? Zijlstra komt niet voor een debat naar de Tweede Kamer, maar hij wil zich nog wel verantwoorden. Voor de met afstand grootste fout die ik in mijn gehele carrière heb begaan. En dan is het einde loopbaan. En dat is ook voor premier Rutte en de VVD een aderlating. Hoe kon het binnen 2 dagen zo misgaan? Gisteren dacht Zijlstra nog dat hij het kon uitleggen. Dom dat hij had gelogen, maar geen doodzonde. En de coalitie nam het aanvankelijk ook luchtig op. Dit is even lastig voor hem, maar het hoort ook wel bij Halbe Zijlstra om daar zelf helder over te communiceren. Maar een dag later denken ze er anders over. Opnieuw overleg. Zijlstra's leugen over Rusland heeft zijn gezag aangetast. Veel steun heeft hij niet meer. Ja, er komt wel steeds nieuwe informatie, maar uiteindelijk zal het finale woord wel hier gezegd moeten worden. Maar is de positie veranderd? Vanmiddag is het debat. En ook Rusland meldt zich vanmiddag, boos. Wat is dat toch, die anti-Russische houding in Nederland? Het laat zien dat Zijlstra ook in het buitenland niet meer effectief kan optreden. Ze praten later nog wel luchtig over, hè? Ik heb het ook verder niet gehoord. Ik zag ze niet een A4'tje zien waar Rusland had gestuurd. De Rusland zei van, joh, waar zijn je mee bezig, joh? Zet je gekker. Mafkezen. Maar daar gaan ze ook niet verder op in. Jammer. Hij heeft zijn beslissing dan allang genomen. Hij stapt op. En premier Rutte is zijn belangrijkste bondgenoot kwijt. Er was nooit enige twijfel dat we elkaar vertrouwden. En dat aan het eind van de dag we weer samen de deur doorgingen. En dat is heel bijzonder. Dat heb ik in een politieke loop nog maar een paar keer meegemaakt. Ja. En zo intensief als met Halbe met niemand. Oh. Dat je dat ervaart. Oh. Ik zit net terug te denken. Pechteltje. Die gaat altijd met Halbe zelfs op vakantie, toch? Ja. Die zijn billenmatties. Dat is billenmatties. Ja. Pechteltje. Gadverdamme. Ja, Halbe was wel... Oh, die lag wel lekker bij al die mafkezen. Ja, maar dus weet dat er wel een traantje gevloeid is. Bij dit vak hoort ook dat als een situatie als dit zich voordoet, dat je dan gewoon je verantwoordelijkheid moet nemen. Nee, ja, van tevoren had je verantwoordelijkheid moeten nemen. Toen je begon met liegen. Ja, je had van tevoren al je verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja, dat hoort bij je vak. Je verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger is dat jij de waarheid... Dat doen ze niet allemaal hoor, maar even een utopisch beeld. Dat jij de waarheid spreekt. Ze doen het net alsof het heel netjes is van Halbe. Oh ja, Halbe heeft verantwoordelijkheid hè. Ja. Oh, hij had er liever mee weggekomen. Ja, hij 4 jaar lang heeft hij gewoon... En niet zomaar iets gelogen. Hij 4 jaar lang heeft hij alles en iedereen lopen bang maken voor Rusland. Ja. Omdat hij iets gehoord had daar op de achterste rij. Maar hij hoorde het heel goed. Ja, hij hoorde het heel goed. Fuck off, gek. Ja, ik ben het mee eens. Fuck hem. Taartje gevoerd is. Bij dit vak hoort ook dat als een situatie als dit zich voordoet, dat je dan gewoon je verantwoordelijkheid moet nemen. Dat is hard, maar dat is hoe het werkt. Daar kan je van alles van vinden zelf. Ik drink vanavond een glas wijn met mijn vrouw. En dit was het na 11 jaar.
ben dankbaar dat ik het land zo lang heb mogen dienen. Het is jammer dat het op deze manier eindigt. Hoezo? Je kan toch terug in de kamer? Dit is ook. Huh? Hij kan toch terug in de kamer? Ja, nou, dat denk ik niet. Nee, hij wordt niet serieus meer genomen. Dat kan je gewoon niet hebben. Hij kan nooit zeggen, ik was laatst. Nee, was je nee, dit is klaar. Dit is klaar. Dit is, vanuit alle net die lijst die we gehad hebben, al die ministers die weg zijn. Dan moet je zeker zo achterlijk zo snel een baan voor hem verzinnen. Hij gaat gewoon 4 jaar, 3 jaar wachten op. Het is nog erger dan Ivo de Pad met de bonnetjes en alles. Dit is gewoon echt in en in triest. En ja, hij laat heel veel zien, hè? Ook van over de VVD trouwens. En het gekke is, die komen er weer weg. De VVD komt hier weer mee weg. Oh ja. Is de 6e onder Rutte die weggaat, is de 6e VVD'er. Hennis ging om lullige dingetjes weg. Er ging de aardappel ging weg. De teef, de pad. Dus kijk ook een mooie bijnamen van ons. Ja. We hebben maar zo kort van halve Zijlstra. Nee, maar wat ik nog even wil toevoegen is dat de VVD, het was de spindokters van de VVD. Ja. Die tegen Halbe hebben gezegd, volgens mij 2 jaar terug, van dat verhaal. Ik heb het zelf gedaan. Ook al is het niet waar, dit verhaal gaan wij gebruiken in de campagne. En daarom heeft hij constant het verhaal lopen vertellen op al die korte VVD-congressen wat je straks hoorde. Omdat de spindokters van de VVD. Zei dat is goed. Die hadden het nodig. Dit is goed. Wij moeten van onze overlords moeten we de Koude Oorlog gaan herstellen. Dit is fantastisch. Dit is op een top Koude Oorlog, zulke verhalen. Die gewoon ronduit. Zeg dat jij er zelf bij was ook. Ja, dus dat is de spindokters achter de VVD hebben Halbe. Ja, de bijgenaaid. Ja, de VVD heeft zichzelf wederom genaaid. Maar die komen er weer mee weg. Let maar op. Ja. Tuurlijk komen die er mee weg. Omdat de merendeel van de kiezer is te dom te scheiden. Ja. Ik ga het gewoon zeggen. Uitzending 2-3-1. En dat heel veel mensen zijn die zeggen, ja, de partij is belangrijker dan iedereen. Dus die zeggen niks. Ja. Een doof potje. Nee, maar die hebben we in Nederland toch niet, doofpotten? Nee, niet op papier. Liegende ministers ook niet. Niet op papier. Nou, jammer. Dan kijk ik nu wel. Het land zo lang heeft mogen dienen. Het is jammer dat het op deze manier eindigt. Om, dit is ook weer een minister weg in een kabinet Rutte. Weer een VVD. Dat is toch niet goed voor de partij, VVD, het kabinet, voor Rutte zelf? Nee, voor allemaal niet. Dit is een enorme klap voor het kabinet natuurlijk. Het komt eigenlijk bijna nooit voor dat een nieuw kabinet zo snel al een van zijn belangrijkste mensen moet missen. Zijlstra was de tweede man van de VVD. Gold als steun en toeverlaat, vertrouweling van Rutte zelf. Een van de architecten ook van het kabinet, die elke letter van het regeerakkoord van links naar rechts kon spellen. En andersom ook weer. Een hele belangrijke man. En dit straalt natuurlijk ook af op Rutte, zijn vertrek. Want het is de zoveelste keer dat Rutte iemand waarvan die zegt, ik sta achter hem, toch uiteindelijk moet laten gaan. Diezelfde Rutte trouwens ook, die met dit kabinet graag wil werken aan vertrouwen, aan het herstel van het aanzien van de politiek. En ook dat is natuurlijk eigenlijk wel de reden op de achtergrond waarom dit zo afloopt. Ja, fuck jullie allemaal. En ook die heks, minister Heks Ollongren. Die liep ook weer aan, het valt allemaal mee wat Halbe heeft gedaan. Hè? Dat is toch 5, want alleen maar loopt de zeik over fake nieuws. Fake nieuws, fake nieuws. Ze weten dat ze zelf ook over liegen, dus ze moeten wel een beetje indekken. Het grootste fake nieuws wat je wel kan verzinnen. Ja. Wat Rusland ook gezegd heeft. Jongens, wat nou fake nieuws? Dit is fake fucking nieuws, gekken. En dan die Ollongren. Ja, dat viel allemaal wel mee. Dat viel allemaal wel mee. Een beetje fake nieuws. Wat Halbe, Dave. Het is ook typisch Halbe. Die Russen, die Russen. Het is ook typisch Halbe, hoor. Ja, typisch. Typisch. Wat lost hij op, hè? Hey. Misschien excuses aan. Halbe lost maar alles op. Ja, lost hij zichzelf maar op. No. Nou ja, ik kan het niet laten. Normaal gesproken doe ik dat. Heb ik dat vrij weinig gedaan, volgens mij, in onze 4,5 jaar. Wat? Een clipje van jezelf terugzoeken waarin je een voorspelling doet. Maar als die goed is, maar. Je weet het misschien nog wel. En ik dacht dat wij hem samen hadden gedaan, maar dat was niet helemaal waar. En ik heb hem even tot 50 seconden teruggebracht ook. Oké. Uitzending 216. Voor de mensen die denken, ja, die heb je gewoon thuis zitten opnemen. Hoho. Uitzending 216 zit het in. Hoe heet die? Wat? Uitzending 216, hoe heet die? Weet ik dat. Bafoe Mads neefjes? Nee, ik weet het niet. En ondertussen hadden we het nog even over Hennesje en over Franski. Dus dat heb ik er allemaal tussenuit geknipt. Dat we even to the point blijven van de voorspelling. Doe eens wat nuttigs.
Nou, ik heb iets nuttigs gedaan gisteren. Ja. En ik heb 2 uur besteed om eerst de show te vinden en daarna die uitspraak eruit te knippen en te editen. Hoe heb je dat gezocht? Ik wist ongeveer waar ik het gedaan had. Oh. Ik wist dat we het gedaan hadden toen die nieuwe ministers allemaal voorgesteld werden. Ah, oh, oké. Okay. En toen heb ik het volgende gezegd. Zodat mensen weten hoe goed ik ben. Je bent wel heel goed. Goed, man. Mensen naar jouw nieuwe show toe moeten gaan. Ik wou allemaal nog zo knippen dat jij ook goed eruit kwam. Dat was niet druk. Nee, want dat kan je aan het einde horen. Dat komt door jezelf. Je had het open kunnen laten. Maar nu... Ik heb echt de deur dichtgeflikkerd. Redelijk. En ik heb dat redelijk goed eruit laten komen nu. Ik heb heel veel van je gaan mopperen en gedoe helemaal eruit. Maar ik kon het niet beter maken dan dit. Komt ie, ja? Even terug in de tijd. 3,5 maand terug. Halber, ik weet niet meer wat ze bij Halber moeten. Volgens mij is hij gedoemd om te mislukken. Iedereen Halber opgezet wordt voor een veel. Nee, maar Halber! Kom aan! Of all people. Rex Tillerson, Halber Zijlstra. Kan niet! Halber Zijlstra kan alleen maar een soort van brabbelend Fries-Nederlands. Ik wil Halber Zijlstra wel eens Engels over praten. Misschien dat hij nog een beetje hakkelend Engels kan, maar voor de rest, kan Halber! Moeten genoeg moeite doen om een Nederlands te kunnen. En Halber, mensen gaan toch vertalen. En hebben we wel eens Duits gehoord. Je heet alleen Halber. Dat is die Halber. Halber. Die Halber. Niet eens hele zelfs. Ik zit nu in Halber met God. Ja, dat is 40. Halber met God. Kijk, dat is mijn voorspelling. Het is niet het is mijn voorspelling. Halber zijn een mannetje. Ik zit nu in Halber met God. Halber wordt onkundig verklaard. Door heel veel buitenlandse aanleiders, ze nemen het niet meer serieus. Hij gaat fouten maken. Ik noteer hem op jouw naam. Ja, nee, inderdaad. Ik noteer hem op jouw naam. Ja, ik begin nog wel redelijk mee aan. Ja, dat lijkt me zo. In werkelijkheid. Zet je alles wat ik te zeggen had, zet je af te zeiken toen. Ik weet niet, je had echt een kut dag toen. Ik zat ook echt te luisteren. Zo, ik denk, die bolle had niet zijn dag toen. Hè? Want eerst zeg ik, ik ga Halbe Zijlstra gaan afzetten tegen Frans Timmermans. Nou, dan ga je helemaal los over hoe loser en Mongool Frans Timmermans is. En dan ga ik vertellen waarom ik vind dat Halbe geofferd gaat worden. En dan zeg ik, want hij moet plaatsmaken voor Hennis. Dat gaan we straks nog een keer horen. Ik denk dat het Hennis wordt. Dan is mijn voorspelling helemaal goed. Maar ja, dan moet ik wachten tot we ooit weer net een live gaan doen. Om mezelf weer een veer te geven. Dan kun je in de complotconcurrent zeggen. Kijk, dit was in het verleden. Toen voorspelde ik het weer. Ja. Like mij. Volg mij. Ja, ik ben betrouwbaar. Ik was al eerder in een programma betrouwbaar. Ja. Jullie denken dat ik altijd speel dat ik remote view. Maar ik kan het echt. Ja. Nou, ik ging over Hennis en toen zei jij te mopperen. Hennis, waar heb Hennis het dan verdiend dan? Hennis kan helemaal niks. Dat heb ik allemaal uitgehaald. Maar ik kon niet beter dan dit. Dat geloof ik niet, want ik heb heel lang gezegd dat Hennis terugkwam. Nee, maar in die uit... Ja, dat weet ik. Dus ik dacht ook van de week echt serieus dat we allebei een beetje voorspeld zo. Maar toen ging ik luisteren en dacht ik, wow. Ja, dan ben je gewoon een oude bompel geweest. Ja, je was echt een kutdag. Dus eigenlijk had je het wel goed. We hebben het vaker dan dit gezegd. Alleen toevallig komt het er in dit clipje niet helemaal uit bij mij. Ja, er staat Tom of zo op onze site. Dat wij vorige week of ze nog hebben gezegd dat het een Mongool was, die Halbe. En dat we niet snapten wat hij daar deed. Ja. Ja, was het eerst gewoon zo. Dat zien kenners. Fijnproevers. Ja, news junks. Ja. En de rest van mijn voorspelling wat ik ook even weggeknipt heb, omdat ja, niet heel relevant was, nu, is dat ik zei van, er moet plaatsgemaakt worden voor Hennis. Hennis komt terug. En Hennis, die wou buitenlandse zaken doen, dat was haar al beloofd door Rutte. Maar ja, Hennis moest op het nippertje toen weg, voor die mortier in Mali. Jammer. En nu lees ik al, iemand stuurde mij dat straks door. Pas geloof ik. Want de Volkskrant of zo, die had alweer een lijstje met opvolgers. En Hennis stond als foto erbij. Ze hadden wel 4, 5 kandidaten. Hand en broeken. Ja. Die ook heel vaak hoort, die buitenland woordvoerder. Hennis is nog wel tussen. En Hennis stond er ook bij, ja. Ja, daar gaat ze. Ervaring. Er stond wel bij, ja, het is nog wel vroeg. En Hennis is net weg. Maar... Ja, maar dan gaan ze brengen. Waarschijnlijk gaan ze nou draaien als het kabinet behoefte heeft aan een betrouwbare kracht die het klappen van de zweep van een kabinet kent. En Hennis kan goed met Mad Dog Maddis uit Amerika. En Rex Tillerson. En Hennis kan waarschijnlijk prima met D66 schipperen. Met, iedereen. Het maakt Hennis niet uit. Hennis schuurt overal tegenaan. Hennis schuurt hem. Dat weten we. Schuren en scharen. Als er één ding duidelijk is geworden uit 4,5 jaar en net niet live. Is dat Hennis goed schuurt. Dat is dat Hennis wel lust. Mag ik netjes zeggen. Hennis, daar gaan gemiddeld per jaar meer lullen in dan dat de klinkraan in de Eifel doorgaan. Ja, zo kan ja. 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 Dus mijn voorspelling is nu, ja, we kunnen het niet, ja, misschien in mijn eigen programma, maar ja, Hennis gaat worden.
Ah, dit zijn wel dingen die ik nog opschrijf. Schrijf toch. Voor als we nog net die lijst buiten de reeks gaan maken. Ja, dat en groot nieuws komen we natuurlijk terug. Natuurlijk komen we terug. Via de complotconcurrent of dan wel via Indigo Revolution. Dan komt er een nieuwe Net in Live. We zijn niet dood. Net in Live staat nog. Ja. Alive and King. Sterker dan ooit bijna. Nou, ik laat de site minstens een jaar staan. Ik zou bijna zeggen sterker dan ooit. Nou, gewoon mensen €30 per jaar. Dan hebben we die site gewoon staan. Ja. Dat bastion. Ja, dat baken. Dan kunnen we altijd weer die mic pakken. Stap mee op de boot die NNL heet. En vaar mee naar een vrije wereld. Met jullie anarchistische vriendjes. Van de radio. Laat ze streamen ook met die verschrikkelijke... Nou, de stream die kost €42 per 3 maanden of zo. Dat gaan we niet doen. Dus die loopt nog 2 maanden of zo. En dan is het streampje even dood. Totdat we ooit weer... George Woodward. Mochten we ooit weer, onverhoopt weer... Draaien we nog steeds schijt, George Woodward? Nee, jong. Hallo. Helemaal nooit meer. Dat was toen met de rockdrager. Doen we nooit meer. Nee, hij had ook die rechten van die Josh. Hij had Josh Woodward betaald. Zodat wij op onze stream Josh Woodward mochten draaien. Josh Woodward is gewoon rechtenvrij. Nee, daar had Stefan voor betaald. Ja. Verschrikkelijk, wie betaalt nou niet? We doen ook echt alle namen vandaag gewoon. Ja. Hoppakee. Ja, neem Dennis. Dennis, Stefan, Meijer. Is die er nog, Meijer? Meijer weg. Waar is die heen? Ja, even over sport kijken. Van tevoren muziek van Gouwman. Sven heeft niet gewonnen. Sven was 6e. Je hoeft niet de 28e keer te halen. Bloemen heeft gewonnen. Ja, dat is ook een Nederlander. Dat is gewoon net zo goed. Klaar. En weet je wat trouwens, heb je nog iets te zeggen hierover? Nee. Dan heb ik vanuit de No Agenda Show een clipje. Van de opening van de Olympische Spelen. We moeten het toch even over hebben, Olympische Spelen. Ja. Belangrijk, het belangrijkste evenement van het jaar. Waar staat hij? Oh ja. Dit is even een kort clipje van NBC. Want die doen de Olympische Spelen in Amerika. Ja. Dit heeft een luisteraar van No Agenda geklipt tijdens de openingsceremonie van de Spelen in Korea. Okay. Terwijl de Dutchies kwamen daar het veld op, een rondje lopen met de vlag. En toen had die verslaggever natuurlijk gezien, nee, de Dutchies winnen eigenlijk alleen maar met 1 sport altijd. Wat is het geheim? Waarom kunnen Dutchies zo goed schaatsen? Dutchie overal schaatsen en toe. En dat wist Katie, hoe heet ze? Staat hier volgens mij. Katie Couric, die weet dat. Next is the Netherlands. It's probably not a newsflash to tell you the Dutch are really, really good at speed skating. All but 5 of the 110 medals they've won have been on the speed skating oval. Now, why are they so good, you may be asking yourselves? Because skating is an important mode of transportation in a city like Amsterdam, which sits at sea level. As you all know, it has lots of canals that can freeze in the winter. So for as long as those canals have existed, the Dutch have skated on them to get from place to place, to race each other, and also to have fun. Door Amsterdam, de grachten, die vriezen elke... Amsterdam is Nederland, hè? Van de gemiddelde Amerikaan. De gemiddelde Amerikaan die knikt nou een keer in de huiskamer. Ja. Ja, dus Amsterdam is Nederland. Dat is skate al hier. Nederland is één grote grachtengordel. Sommige Nederlanders hebben niet een auto, dan alles met schaats. Dan gaan ze op het schaats. Boterham van Albert Heijntje. Even te schaatsen naar Albert Heijn. Klunen. Schaatsen onder de klompen, ja. Klunen. Klunen. En dan weer door schaatsen. 11 steden op een dag. Hoe je beeld van de wereld kan zijn. Fantastisch. Ja. En hoe wij er dus totaal niet toe doen, want niemand kent Nederland. Natuurlijk niet. Tuurlijk kent niemand Nederland. En Rusland kent ons inmiddels. Die denken ook van, die hebben wel heel veel debielen daar bij elkaar verzameld. Dat is knap. Frankrijk heeft er 1, Macron. Duitsland heeft er 2, Schreuder en Merkeltje. Nederland heeft er gewoon 28 zitten. Ja, en dan nog wel in het verleden allemaal. En dan hebben ze nog een hele reserveploeg die ze allemaal in kunnen zetten. En we in het verleden allemaal niet hadden. Ja. Dus hebben ook met Franski aan tafel gezeten. Ja, maar Franski is Russisch. Ja, maar vond het ook allemaal net. Ik ga het nou in de laatste show gewoon zeggen, dat iedereen van Frans een net heeft. Ik ga gewoon ook zeggen in deze show, Frans is een held. Frans is de hoogste op BA na die wij als Nederland hebben binnen de Illuminatie. Frans is een held. Frans is een held van het volk. Het is dat ik net een van de Illuminatie. Het is dat ik net een jointje aan het draaien ben dat die voor me ligt. Dan had ik op de tafel getuf, Mick van Leeuwen. Frans is een held. Dat deed je ook in een andere clipje. Je bent altijd heel zuur over Frans. Van me op. Ja, maar Frans is een... Terwijl wij hebben ook samen... Nee. Wij hebben ook samen een keer bij Frans... En daar krijgen we heel veel gezeik van in de mail. En bij Frans een keer... Had hij een hele goede speech. Ja. Weet je nog? Ja. Dat hij de Verenigde Staten van Europa wilde. En dat was fantastisch.
De speech, ja? Niet het idee. Maar die speech. Maar ik herinner me ook altijd die walgelijke speech die hij hield over de MH17 gat. Het raampje. Ja. Het raampje. Je zou er maar gezeten. Kijk, ja, het raampje. Dachten ze nog één keer. Keken ze nog één keer naar elkaar. Ja. En dachten ze, oh, we waren toch een fijn gezinnetje wat nou dood op de grond stort. Ja, man. En alsof de wereld ervoor gemaakt is. Het is maar goed dat we mij stoppen even. Want het is toch gedaan. De situatie in het Midden-Oosten ook escaleert met de dag. Ah, ik ga ook gelijk vluchten. Als we het microfoon uit is, dan ben ik ondergronds. Nee, we moeten even bij de Olympische Spelen blijven. Sorry. Ontopic even. Okay. Olympische Spelen, nog één dingetje Olympische Spelen. En dat was toch wel het belangrijkste ook. Is dat de zus van Kim er was. Kim Jong-un. Ja. Zijn zusje had hij gestuurd. En, mooi. Meer dan dat. Mooie beelden ook. Vooral die zure Amerikanen. Die Tillerson. Knappe zus. Of heet die Pence. Zure bek van hem. Want ja, die hebben een andere agenda. Dan moeten we fear en war en wapens verkopen. En dit is niet goed. Hier kunnen we zo kunnen we geen wapens verkopen. Zo lekker aardig. Ja. Wat een kneuzen zijn dat. Ja. Goedenavond. Zoekt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un echt toenadering tot zijn zuidelijke buren? Of is het propaganda? Nee. Hoe dan ook, op de tweede dag van de Olympische Winterspelen heeft Kim voorgesteld om snel een topontmoeting met Zuid-Korea te houden. Dat deed hij in een brief die hij meegaf aan zijn zus. Het zou de eerste top in 10 jaar tijd zijn tussen de leiders van het communistische Noorden en het kapitalistische Zuiden. We vallen maar mee 10 jaar tijd. Zus dan? 10 jaar tijd? Ja. Als we nou al 50 jaar elkaar niet gesproken hadden, wat bedoelden we 10 jaar? Nee, maar je kent ook wel de situatie van de laatste jaren daar, Joost. Die was in de jaren 90 ook al. Ze zijn nog steeds in oorlog met elkaar. Ze zijn oorlog in 1960. Ze zijn nog steeds in oorlog met elkaar. Ja. Nee, dan heeft hij 50 al. 50. Ja. Prominent op de sanctielijst van de Verenigde Staten, wegens mensenrechten schendingen. Die zus ook Kim Jong-un, de zus van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Op de Olympische Winterspelen wordt ze beleefd ontvangen voor gesprekken met de Zuid-Koreaanse president Moon. Die noemt de Winterspelen de Spelen van de Vrede en hoopt op toenadering. De zus van de despoot had een handgeschreven brief bij zich. Haar broer stelt een topontmoeting voor. Moon hapte niet direct. Hij zei dat beide landen moeten werken aan de voorwaarden voor zo'n top. De Verenigde Staten moeten niets hebben van het Noord-Koreaanse charme-offensief. Noord-Korea op de Spelen vindt de VS pure poppenkast. Propaganda. Ja, dat is hetzelfde niet. Dat vind ik altijd mooi als de VS dat zegt. Ja. De bedenkers van propaganda, die andere landen uitmaken van... dat was propaganda. Ja. Wees blij dat ze iets doen. Ja, stimulerend. Ja, ik snap het ook wel, want er zitten daar wapens te verkopen en shit. Ja, soms is het gewoon... Kunnen we ergens anders in oorlog creëren? Ja. Altijd in Korea. Bewapen Catalonië of zo. Vlaanderen. Ja, of gewoon in Afrika een keer. Ja. Mozambique. Ja. Mozambique, ja. Dat is een goeie. Mozambique. Zuid-Afrika is er ook geschikt voor nu. Dat is ook allemaal wisseling van de macht. Ja. Ook in deze week. Alles gebeurt in deze week. Zimbabwe. Daar is Tsvangirai net doodgegaan. Ja, wie? Tsvangirai? De oppositieleider van Zimbabwe. Is hij dood? Nee. De grootste tegenstander van Mugabe. Dus Lubbers ook? Lubbers dood. Iedereen dood van deze week. Langs zit een kabinet ooit. Langs zit de minister van je net ooit. Ruud. Tuut, nooit meer Ruud. Goed ook. Ik zal hem missen. Groot staan. Daar komt een hoop partij viezigheid naar buiten in de komende jaar. Dat is een volgende voorspelling. Schrijf hem ook maar op. In het komende jaar komt er enorm veel viezigheid over Ruud Lubbers naar boven. Ik denk niet. Ik denk het komende jaar alleen maar dat was een vies punt. Hoe Ruud Lubbers eigenlijk gewoon een held was. Een soort laatste Piet Hein. Ja, dat doen ze nu. Maar dat was ook met Jimmy Savile zo. Met al die andere viespeuken die doodstaan. De viezigheid die komt. Daarom is hij ook de baantje misgelopen van hij wou Juncker worden. Hij wou de eerste Juncker worden toen. Hij wou de eerste voorzitter van de Europese Commissie toen worden. Maar hij kon zijn handjes niet thuis laten bij de VN. Dan moesten ze toch niet Ruud hebben daar. Nee, daar komt nog wel een viezigheid vanuit. Later op de dag troffen Noord en Zuid. Ik zeg wel trusten Ruud. Wel trusten? Hij is dood, hè? Ja, slaap lekker Ruud. Hij gaat gewoon door naar zijn volgende incarnatie, hoor. Ik denk dat Ruud nog terug komt. Hij is gevaren naar het licht. Ruud zal ooit bekend als de comeback kid. En ik denk dat het een grote comeback is. Hemel of hel? Ik zeg Ruud komt terug als minister-president. Komt hij terug? Als hij boeddhist was geweest, dan was hij teruggekomen als een kakkelak.
Dat geloven boeddhisten. Als je een goede boeddhist bent, dan kom je terug en krijg je een heel rijk leven. En als je een slechte boeddhist bent, dan kom je terug als een kakkelak. Daar zijn er zoveel kakkelakken in Rotterdam. Ik denk, Ruud, het loopt heel aardig man. Nou, dat is jouw goed. In toevallig graag kontjes knip. Nou, ik heb meer in het Frans, jij Ruud. Ja. Nou, zo hebben we allebei onze guilty pleasures. Ja. Ja. Mogen we? Ja. We hebben toch onze reputatie, kan het toch aan, joh. Het is nou, Frotten, joh. Het is elkaar weer op de ijshockeytribune. En op het ijs. Een gemengd team van Noord- en Zuid-Koreaanse vrouwen speelde tegen Zwitserland. De sport moest een beetje wijken voor de politiek. Want de Koreaanse ploeg werd er niet sterker op. Korea ging onderuit. Uiteindelijk werd het 8-0. Oh. Maar wat gaf het? Niks. Gaf hem niks. Het was een gezellig samen zijn tussen de twee landen. Dat was het mooiste van het clipje was... Twee gele broederland-naties. We hebben het mooiste van het clipje gemist. Dat ik zeker helemaal gemist heb. Eind. Goedenavond. Nee. Zoek de Noord-Korea. Eind goed, het einde. Wat gaf het? Ja. Die rollen? Ja. Ja. Die hadden kijken die gele mannetjes en die denken, oh. Ja. Twee gele mannetjes. Ja. Ja. Ik kan die al een geel mannetje, dan is het klaar. Minions. Als we een Chinees nemen. Minions. Nee, ik ben toch al... Maar dat was niet waar. Dat was nepnieuws. Nepnieuws. Eén keer misschien. Ik denk dat ze één keer wel een keer... Nou, ik kan me niet voorstellen. Ik wil het ook niet van me voorstellen. Voor mij hij hoeft ook niet meer. Ik ga het ook niet meer inpeperen. Nou, als jij dat wil geloven, dan is het helemaal jouw ding. Ik zeg dat niet onmogelijk is dat de grotje een keer uitgewoond is door die grote dikke slagroomstaaf. Ja. Van hun weet het dan. Ja. Ze gebukt voor hem stonden. Hun bed als een roede naar binnen sloeg. Is die chocoladeprins. Ja? Ja, nou ja, goed jongens. Wat zullen we eens gaan doen? Even belachelijk nieuws, ja? Ik vond het in de categorie... Dan heb ik even helemaal los gewoon. Ja. Want ze deed ook alles in deze week. Ik heb ook een hele hoop... Weet je wat het ergste van deze week was? Maar het was niet mooi om, denk ik, audio. En ook, ik vind het ook gewoon een lul eigenlijk. Maar wel een grappige lul. Baudet heb ik het over. Chair. Chair. Onze chair. Nou, niet onze chair. Chair. Chair had een debat met die andere rare vieze mannetjes ergens. Volgens mij in Amsterdam. En dat hadden ze goed gedaan. Hadden ze chair... Hadden ze tegen de groene griezel gezet. Ja. Heb je dat gezien? Nee. Walgelijk. Geloof ik. Dat was walgelijk. Beide kanten. Nee. Het ging over global warming. Over de climate scam hoax. De groene griezel ging er vol in. Ja. Het ging over Schiphol. Maar dat hebben ze goed gedaan. Dat hebben ze goed opgezet. Want het begon over Schiphol. Cher mocht zijn verhaal vertellen. Hij zei... Hun wou geloof ik Schiphol op de Noordzee. Ik weet niet waarom. Maar dat wou hij. Ja, dat is de enige plek waar Schiphol uit kan brengen. En toen begon Groene Griezel al zo heel minachtend naar het publiek te lachen en echt belachelijk te maken. En die begon te schermen met de 97% meneer Baudet. 97% van de wetenschappers. Beweert u hier nou dat het allemaal niet waar is? Hè? En het publiek begon te jouwen en te doen. Het was alleen, en de mannetjes daarachter ook allemaal grinniken en doen. Allemaal gaan ze lachend en joelen naar een graf. Ja. Echt verschrikkelijk, hoor. Echt. Hoe krankzinnig ze zijn. Krankzinnig. Zo. Dat heb ik gezegd. Dan gaan we nu naar de rookruimtes. Vind ik ook krankzinnig. Speciale rookruimtes in cafés, restaurants en clubs mogen niet meer. Het Hof in Den Haag stelde Clean Air Nederland in het gelijk in een langlopende rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Daarmee lijkt het roken na 10 jaar voorgoed verbannen uit het uitgaansleven. Het begint in 2008 met een verbod op roken in de horeca. Alleen in heel kleine cafés mag het nog. Maar in 2014 wordt ook aan die uitzonderingspositie een eind gemaakt. En nu, begin 2018, komt dus het besluit om geen enkele rookruimte meer toe te staan. Nederland heeft met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO afgesproken, zo vindt de rechter, dat wetgeving die strijdig is met de gezondheid van de bevolking niet meer mag. Dus geen speciale rookruimtes in de horeca meer.
De bouw van de rookruimte van dit café-restaurant in Dordrecht heeft de eigenaar 6 mil gekost. Zijn klanten gebruiken hem als het 's avonds te koud is om buiten te roken. We hebben het vastgenomen tot 2 uur. En wij doen, in overleg met de buren hebben wij tot 12:30 gezegd dat de mensen buiten mogen roken. En daarna moeten mensen in de rookruimte roken om de overlast van de buren te verlagen. Ja, en daar wordt nu wel weer een stokje tussen gestoken. Roken in de horeca staat nu al zo'n 10 jaar onder druk. Dit verbod is een goede volgende stap, vindt de club van actieve niet-rokers die de zaak heeft aangespannen. We moeten vooral zien roken als een verslaving en niet als een lifestyle. Dus we moeten zorgen dat het ook niet wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. En dat doe je in feite met rookruimtes. Je prikkelt toch rokers om café's te gaan roken. Cafés ook. Een volgende. Cafés faciliteren alcohol. Ja, dat is het hele debiele eraan, joh. Ik vind het zo, dat zijn de, dat ben je denk ik wel mee eens. Ik weet niet of jij nou om je als ex-roker was, maar jij was in ieder geval niet zulke vies als de vereniging van ex-rokers. En dat ja, die hebben dus ex-rokers, hè, het woord alleen al. Ex-rokers hebben de hun hele jeugd, want toen mocht je nog als in de jeugd paffen waar je wou. Ja. Je kon paffen, waar je overal kon je paffen. Die hebben hun hele leven lang overal zitten paffen. Maar hun doen het niet meer, daar mag niemand mee. Maar nu zijn ze te oud om naar de kroeg te gaan en daar mag niemand het meer. Vind ik veel, dat vind ik echt het meest vieze. En dus als je nou in een kroeg staat, ruik je al die vieze, smerige, zure oksels van iedereen. Ja. Ja. Vroeger in een lekkere nicotinedamp. Een nicotinedamp. Nu ruik je inderdaad vieze, zure zweetlucht. Ja. Gadverdamme. En wat is het voor gelul, joh? Net of we geen belangrijke dingen te doen hebben. Maar je maakt hiermee wel de horeca kapot. Ja. Want dit is niet het laatste wat ze doen, want we gaan nog meer horen nu. Als een verslaving en niet als een lifestyle. Dus we moeten zorgen dat het ook niet wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. En dat doe je in feite met rookruimtes. Je prikkelt toch rokers om te gaan roken? Rokers roken al. Dus je prikkelt ze niet om te gaan roken. Rokers roken al. En of ze nou in een rookruimte gaan roken of ze stappen nou de deur uit. En ze maken, want ze staan daar, je hebt een drankje op, dus je praat al wat harder. Nee, dat is lekker voor de buurt. En als je niet rookt, is er niemand die jaloers is op de mensen in de rookruimte. Want het is meestal een goor, geel, smerig. Ik kan je sterker vertellen. Ik ken niet rokers. En ik heb toen een tijdje ook, was ik een niet-roker, toen ik naar de kroeg kwam. Weet je hoe vervelend het is om elke keer, je staat een gezellig gesprek. En gaat er weer weg. En vier van de zes, die zeggen, er gaat er eentje roken, die andere drie gaan er achteraan. En die staan weer een half uur buiten te roken. Ja. Die staan daar te ouwe horen. En jij staat binnen. En de meest saaie mensen, die roken niet. Dus je zit dan met de meest saaie mensen, stond die zure shitlucht. Stond je daar. Ik ga er niet meer naar buiten, die koude. Ik ben toen weer begonnen met roken gewoon. Ik denk, ja, flikker me op, dan ga ik gewoon weer roken. Dan ga ik lekker buiten staan, lekker kou laaien. En maar daar heb ik het wel gezellig. Ja, dan maar een paar jaar eerder dood. Ja, dat maakt dan ook niet uit. Dat is beter dan met ons. Heel oud, eenzaam oud worden. Dan zat ik met Stille Willy, weet je wel, die op mijn verjaardag ook sukken luister ook allemaal binnen. Dat kan niet. Dat kan niet, en gezellige mensen onder buiten. Stille Willy in de kroeg ook echt geen woord. Hij zei bij jou echt geen woord. Nee, die zegt heel weinig. In de kroeg ook niet. Nee. Dat weet ik niet. Maar dat waren we saaie mannen. Het feit dat je het niet weet, zeg al genoeg. Ja, dat, ik probeer hem te sparen. Ik weet dat hij luistert. Ja, maar hij weet niet dat hij stille Willy. Nee, sorry, Willy. Een volgende stap zou een verbod op roken op het terras kunnen zijn. Ja, daar komt hij. Horeca Nederland moet er niet aan denken en vindt het einde aan de rookruimtes al veel te ver gaan. Omdat nog steeds een groot deel van de Nederlanders boven de 18 rookt. Wij gastvrijheidsbranche willen zijn voor iedereen, dus ook voor de roker. En er zijn voldoende mogelijkheden om in niet rookgedeelte te verblijven. Dus we vinden het genoeg. Het is ook ongezond. Ja, dat geldt voor wel meer dingen. En alles wat je met mate doet, valt overigens wel mee. Dus er mag nog steeds gerookt worden van de overheid, dus dan ook binnen horeca. Het verbod gaat niet onmiddellijk in. De minister neemt 2 weken de tijd om de uitspraak te bestuderen. En nog meer slecht nieuws voor sigarettenfabrikanten, want ook huisartsen doen aangifte tegen de tabaksindustrie. Ze sluiten zich aan bij een groeiende lijst organisaties, zoals bijvoorbeeld die van de kinderartsen en de verslavingszorg. Ik vind het echt zo'n grote hypocriete onzin allemaal. Dat hadden ze vorige week ook, maar dat had ik, omdat ik het zo'n nare bericht had te vinden, dan heb je weer ook van die... En het is lullig voor ze, maar dan hebben ze hun hele leven gerookt. De laatste 20 jaar hebben ze gerookt. En dan krijgen ze opeens longkanker. En dan opeens hebben ze longkanker. En dan moet in één keer... De rest van de mensheid mag geen longkanker meer oplopen of zo? Mag na een wipje geen sigaretje meer even roken? Dat zijn sigaretjes die te doen. Dat is raar. Ik vind het wat anders dan al die mensen die... En dan is het nog steeds een eigen keuze altijd. Want als je echt van mening was dat rook naar binnen halen echt niet schadelijk is. Ja, dan
zal ik gewoon aansporen om gewoon buiten aan een auto aan de uitlaatpijp te gaan hangen. Ja. Dan kan je dat ook gaan doen. Dat was wat anders in de jaren 40, 50, 60, waar gewoon in de artsenpraktijken dingen hingen van roken is gezond. Ja. Dat was ook een hele periode. En als je toen gerookt hebt... Ja, ben je opgelegd. Ja, maar iemand die 20 jaar... Het kan niet groter op een pakje. Nee, maar iemand die 10 of 20 jaar rookt en nu longkanker daardoor heeft, die heeft al die tijd geweten dat het schadelijk was. En die gaat nou lopen janken en de tabaksindustrie lopen aanklaren. Je moet jezelf aanklaren, omdat je een hypocriet bent. Dat is mijn mening over. Ik rook ook en ik weet dat het schadelijk is. Ja. Maar ja, wat niet? Mijn lichaam is toch sterker dan wat dan ook. Zo. Oké, we hebben 1 donatie, Joost. Ja, dat is heel jammer hoor. Gaan we een liedje zingen of zullen we nog iets draaien? Gaan we iets draaien. Het zijn toch winnaars namelijk. Al die jaren zijn het onze winnaars geweest. Kom maar, Rocky. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. And I don't care how tough you are. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. This is fucking wise, beat. Ik vind het misschien wel de mooiste brug in de clip die we ooit in de lijf hadden. Deze ja. Ja. En de mix ook. Ja. Ik heb gemixt. Ja, kom naar beneden en sla je slag. Volgens mij is het Tom. Ik ga je achternaam niet zeggen, maar volgens mij was het Tom. In onze laatste uitzending. De laatste donatie. Ben even gewacht. Onze donatie heeft gegeven. Waarvoor dank. Dankjewel Tom. En dankjewel alle donateurs van de afgelopen jaren. Ja. Jullie hebben deze show draaien gehouden. De donateurs en de mensen die... En de producers. En de producers. En de enthousiast hadden die meeluisterden. Iedereen, de live luisteraars. Iedereen. Iedereen die ons een warm hart toedroeg. Of draagt, zoals Guus zegt. Ik ga jullie zo missen. Ik ga niet uit. Guus gaat ons verschrikkelijk missen. Ah, vind ik tof. Guus, ik ga met jou ook. Wij missen jullie ook wel. Ja. Had daar geen missen dan over gedaan. Ja. Daarom is het ook geen... Het is een open eind. Open eind, zo hebben we het ook genoemd. Open eind. Het is een open eind. Waarschijnlijk wordt het ook de showtitel. Het open eind. 6 keer whisky en het open einde. Waarschijnlijk gaan wij net zoals de X-Files gewoon na 12 jaar beginnen weer. Ja? Geef het maar hoor. Ja, maar dat had je dat nooit moeten doen. Maar hoe bereiken we dan weer die oude kern? Dat zou ik weer weten. Ik wil over 12 jaar beginnen. Maar dan wil ik wel een Kaas. En een Bas. En een mama. En een Marlendoek. En een Tom. En een Michelle. En iedereen die op dit moment is... Ja, dan moeten ze gewoon 12 jaar lang... Merlin moet luisteren. 12 jaar lang mijn Twitter volgen. Tot we weer... Ja, is dat een grote opgave? Huh? Dat is toch geen grote opgave? Gewoon elke dag Twitter even checken. Nee, dat komt wel goed. Tom zijn er even uit voor de harspijp. Voor de harspijp? Voor de harspijp. Mooi zo. Dankjewel Tom. Maar Tom, we hebben voor jou zo meteen ook nog een hele goede investeringstip. Ja, dat is voor jullie allemaal. Jullie allemaal. Maar ik bewaar hem nog even. Hey mensen, bedankt. Dit was de show. Nee, dan gaan we even door. Oh, gaan we nog doen. We gaan nog even door. We gaan nog even doen. Met. Waar gaan we mee? Oh, dit is ook misschien wel grappig. Ja, grappig is het niet. Niks grappig. Ja. Maar niet grappig, maar meer exemplarisch. Ook typisch hoeveel tijd de NOS eraan besteedt. In een tijd dat... ik kijk helemaal niks van de Olympische Spelen. Hè. Ik weet meer dan de gemiddelde Nederlander over de Olympische Spelen. Doordat ik het NOS-journaal kijk elke dag. Ik kan je alles vertellen. Zuid-Koreaanse dorpjes die moesten wijken voor skibanen en weet ik het allemaal, joh. Gekkenhuis. Gekkenhuis, die maffe. Spelen. Gek, die Koreaantjes. Rustig. Opvallend nieuws. Hulpverleners van Oxfam hielden seksfeesten in het door een aardbeving getroffen Haiti. De medewerkers die in 2010 juist op humanitaire missie waren, hadden seks met mogelijk minderjarige prostituees. Dat schrijft de Britse krant The Times. De hulporganisatie opende in 2011 een intern onderzoek naar de zaak. Ah, zoveel tijd had de NOS ervoor. Wat volgens mij toch wel redelijk belangrijk nieuws is. Kan het aan mij liggen, maar dit heb ik al eens eerder gehoord, dat er geruchten waren. Ja. Dat er in Haiti allerlei seksfeesten waren. Ik denk in de show. Waar hebben we het over gehad? Ik denk in de show zou wel over. Ja. En nu komt het weer naar buiten. Sowieso is het iets van al 4,5 jaar
vertellen dat al die vakorganisaties zoals die voor mishandelde kinderen die shit. Ja. En dan niet, wat we altijd gezegd hebben, niet de werknemers die hier op straat in een bureautje zitten en kinderen opvangen. Die denken echt, weet ik zeker, dat ze iets fantastisch goed doen. Maar uiteindelijk die overkoepelende organisaties zijn allemaal misdaders. Ja, net zoals Jehovah getuigen. Die bedoelen het ook goed, maar het is Jehovah die de bad motherfucker is, hè? Vergeet dat niet. Ja. Want het is wel goed bedacht van Jehovah. Het is misschien off-topic even. Ik zit er vaak over te denken, hè, als Jehovahtjes weer aan de deur komen. Maar hoe goed hebben ze dat gedaan? Er mogen maar 144.000 Jehovah's die worden geselecteerd straks. Of je nou een dode of een levende Jehovah, maakt niet uit. Maar het worden er 144.000. En dat staat er niet bij wie. Uit de 20 miljard inmiddels, 15 miljard. Ja, uit de miljoenen. Miljoenen. Hey, voor mij wordt uiteindelijk, maakt het niet uit, wie kan iedereen opgeroepen worden. Ja, maar dan mogen we wel. Jouw dood is. Ja. Er zijn zo onnoembaar veel mensen. Ja, dat is een soort loterij, dat zou je denken. Maar dat is het niet, want ze hebben er zelf van gemaakt. En daarom gaan ze ook. Ze werken zo goed dat ze allemaal langs de deuren gaan. En hoe meer dat doet. Want ze willen zo goed mogelijk Jehovah zijn. Om tot die 144.000 te behoren. Die straks daar. Dan vind ik, als ik heel eerlijk ben, de Jehovah's in Wageningen niet bijzonder fanatiek. Nee. Nee, klopt. Ik heb ze ooit een keer uitgenodigd, toen kwamen ze neer. Klopt. Rotterdam zijn ze veel fanatieker. Weet ik. Ze stonden naar mijn deur, toen kwam ik niet uit. Ik kom morgen terug, want ik wil je gaan ontvangen. Ja, nee, ik kom nooit gezien. Nee, ze doen ook helemaal geen enige moeite, joh. Die zitten er niet bij, nou gewoon. Dat is fantastisch bedacht, want daarom doen ze wat ze doen. Want dan worden er 144.000 mogen straks op de nieuwe paradijsaarde komen. Samen met oma Jehovah. En de rest kan er, ja, screw you guys. Typisch krijgen. Ja, en ik kan je vertellen dat die Oxfam NoVip neukit mannetjes... verdoemd zijn naar de hel. Maar er is hoop, ook voor de Oxfam neukit mannetjes. Daar is hoop. Namelijk? Ja, dat komen we straks op, hallo. Okay. De hoop porn moet je altijd na de angst porn. Ja, dat is het recept. Eens. Dus eerst angst porn. Kijk de wereld slecht zijn. Je weet hoe het werkt. Nou, kijk de wereld slecht zijn. Maar? Alleen maar hypocrieten, leugenaars, oorlogsmisdadigers, propaganda, nepnieuws. Gadverdamme. Dit dan. Oxfam NoVip is de afgelopen dagen 700 donateurs kwijtgeraakt. Oh, gek. Aanleiding is het nieuws dat personeel van de hulporganisatie in 2011 op Haiti had meegedaan aan seksfeesten. Oxfam zegt dat er geen Nederlandse medewerkers bij betrokken waren. Op de locatie werkten vooral Britten. Alleen maar Britten. Dirty English fuckers. Meer tijd hebben ze ook niet voor, hè? Nee. Maar ik vind het niet gek dat die... Schandtrekkend eigenlijk. Ik vind het niet gek, want zelfs alle donateurs zouden zich moeten terugtrekken meteen. 700 vind ik nog meevallen. Ja, ik vind ook niks. Ja. Oh ja, zo'n neuk zit erop los, joh. 30.000 euro er al weg moeten zijn. Gekhuis. Wat een viespeuker, man. Gadverdamme. Nou, we gaan al door naar een ander onderwerp. Vrolijk nieuws. Ja, even wat leuk om te lachen. Op met die iets lachen hier, EU. Orbán. Orbán. Lachen. Lachen, man. Wat was dat? Oh ja, alles stort gewoon in. En of ze gaven een teken van... Nou kijk mensen, dit is gewoon gedoemd tot te mislukken. En dan heb ik het in dit geval over de EU. Ja. Ik hoorde zelfs van de week... Nee, ik hou mijn bek even. Misschien zit het in de clip. Anders ga ik het erna zeggen. Dat is beter. In plaats van alles te verklappen. Ja. Ik ga gewoon een clipje draaien over Orbán. Het boefje van de EU. Voor degenen die dachten dat de Polen de boefjes waren van de EU. Nou, dan hebben jullie het goed mis. Want er is nog iemand die een erger boefje is. En dat is Orbán. We gaan naar de Hongaarse premier Orbán. Hij zou namelijk Europees geld uitdelen onder vrienden en familie. Daarvoor waarschuwt de begrotingswaakhond van het Europees Parlement. Het onderzoek blijkt dat het Europese geld voor Hongaarse overheidsprojecten naar de vriendenkring van Orbán zou gaan. Hongaarse premier is niet voor het eerst in opspraak. Zo zou er ook EU-geld gebruikt zijn voor een soort van privé-spoorlijn. Esther de Lange is Europarlementariër. Nou wordt het eng, hè? Als populisten een privé-spoorlijn gaan aanleggen. Vooral in het Oostblok daar zo. Dat mag je niet meer zeggen meer, hè? Hoezo niet? Je mag niet meer suggereren. Dat is niet Polen. Nee. Dat is plas Polen. Ja, maar dat is Polen als het begin, hè? Dat ben ik ook het hele Oostblok. Je mag niet meer... Dat waren Duitse kampen op Duits gebied. Niet Oostblok.
Nazi-kampen. Nazi-kampen. Duits nazi-gebied. Duitsers houden het ook niet. Nazi-gebied. Want die hadden het ook niet gewoest, hè? De Polski hadden het niet gewoest. Polski hadden wel gewoest. Ja, maar... Overtuigd. Maar ze konden het niet voor. Ze waren tegenstander van de nazi. Nee, hou. Ik zit net te bedenken, we hebben die Polen ook. We hebben ze allebei. We hebben en Orban en de Polen. Hoe leuk. Hoe leuk. Want laten we zien hoe leuk de Europese Unie is. Fantastisch. We gaan even verder. Van het CDA lid van... Maar tot hiertoe, ja, hij deelde Europees geld uit aan vrienden, ja. Als het even kan. Kijk, als jij of ik neem aan dat jij hetzelfde zou doen voor je vrienden. Als ik daar zou zitten, en ik word de nieuwe Rutte straks. Ja. En ik krijg allemaal geld uit Brussel. Dat is toch fantastisch. Zeg, ja, Joost heeft zijn eigen bouwbedrijfje. Dennis, die heeft zijn eigen psychiater inrichting. Ik gebruik gewoon al mijn vrienden en die geef ik gewoon subsidies. Dat is normaal. Ja, dat doe je toch? Dat doe je voor je. Je zou een slechte vriend zijn als je dat niet doet. Ja. Orban is een goede vriend. Orban is misschien een slechte dictator. Maar. Een goede vriend. Een goede vriend. Ik kan alles over hem zeggen, maar hij is een goede vriend. De Europese politieke familie ook als premier Orban. Mevrouw de Lange? Ja, ze hebben nou een van de CDA-5 uit het Europarlement. En die horen dan, dat vond ik het ook zo raar om te horen, maar dat zo werkt het dus wel. Die komt dan uit dezelfde politieke familie als Orban. CDA. Ja. Verbaast mij niks. Hetzelfde insteek een beetje. Gewoon Gnieperig. Ja, gluiperig, gnieperig. Noem het wat je wil. Maar die gaat dan haar eigen luister zelf. Wat vindt u hiervan? Ja, dat zijn dingen die natuurlijk aangepakt moeten worden. Als er geld onterecht is uitgegeven of niet via de regels, moet dat worden terugbetaald. Wel via de regels. En we zijn op het moment ook bezig om de wetgeving aan te scherpen, zodat eigenlijk politici of familie van politici niet meer mee kan dingen überhaupt naar die projecten. Ja. En je zou verwachten dat mensen zelf al die tegenwoordigheid van geest hebben om dat te doen. Maar niet dus. Want welke stappen kunnen hier tegen genomen worden? Hè? Er is op dit moment een plan in de maak om een speciale officier aan te stellen die dit gaat onderzoeken. Vindt u dat een goed idee? Ja, sterker nog, ik zou zeggen van als je die zaken niet op orde hebt in je land, in je lidstaat van de Europese Unie, dus geen instantie die fraude met Europees geld onderzoekt. Hongarije doet daar nog niet aan mee op het moment. Ja, dan zou je eigenlijk die fondsen helemaal niet moeten krijgen. Dus ik zou nog een stapje verder willen gaan. Dan zeggen van, nou, we kijken eerst of het misging en vragen dan terugbetaling. Ja, dus eerst maar eens even de boel op orde. Ja, stoppen we het even. Precies, absoluut. En kijk, het gaat eigenlijk... mijn zorg gaat nog breder dan alleen maar Orban en zijn familie. Ja. Die zorg is al ernstig genoeg. Ja. Maar we hebben ook vastgesteld dat in Hongarije bijvoorbeeld 36% van de... projecten, maar één bieder heeft. En dan kan je wel zeggen, op papier klopt alles, maar het is natuurlijk nooit de bedoeling dat er maar één bieder is, waardoor je automatisch een garantie hebt op dat Europese geld. Dat is wel transparant. Ja. In Nederland doen ze inderdaad, ze hebben ze meerdere bieders, maar ze weten dezelfde wint altijd. Dat is dan wel netjes, hè? Want dat doet... Dan lijkt het helemaal allemaal... Godverdamme. Ik vond ook echt een smerig wijf dit. Dus er is nog heel veel wat er moet gebeuren en ik denk dat uiteindelijk... In de nieuwe periode, ik heb een aantal voorbeelden gegeven van wat we nu al kunnen doen. Die nieuwe wetgeving die ook zegt politici niet meedingen, die gaat hopelijk de komende weken of maanden, maar zeker voor de zomer, in werking treden. Maar ik denk dat we in de nieuwe periode vanaf 2021 gewoon die voorwaarden, die conditionaliteit aan het überhaupt uitbetalen van die fondsen veel strenger moeten maken. 2021, dat is dan best ver weg. Kan het niet eerder gebeuren? Dat heb ik erin laten zitten, omdat het weer uitlegt met wat voor gedrochtje we te maken hebben in de Europese Unie. Want dan heb je hier, nou zijn ze met z'n allen achter, nou Orban is een boefje, die deelt uit aan zijn familie. En we gaan zo Polen horen, het zijn allemaal boefjes. Nou, we hebben nou nieuwe regeltjes, nieuwe wetjes. Nou, opgelost. Ja, 2021, want ja, zoals ik net gezegd heb, er moet weer een heel proces. Altijd. Want ze moeten wel wat te doen hebben daar. Die ambtenaartjes. Zou ik in één keer kunnen. Gewoon uit die EU. Was het echt. Ja, dat vind ik één van de dingen naast die climate scam bijvoorbeeld. Is die Europese Unie toch iets waar ik niet bij kan. Kan ik echt niet bij. Dat mensen nog steeds. Kan je met je pet niet bij hoor. Met mijn pet niet bij kan. Dat nog steeds pro-EU kunnen zijn. Terwijl ze gewoon nog geen enkel bewijs er is. Sterker nog, er is alleen maar bewijs voor het tegenovergestelde. Dat het alleen maar ons als Nederland dan. Geld kost als burger. Alles is duurder geworden. Noem het allemaal maar op. Dus waarom zouden we het willen? Wat hebben we eraan? Helemaal niks.
Ja, vrij reizen. Dat is een goed iets misschien. Maar dat is ook tegenwoordig. Met dat terrorisme hebben ze toen allemaal weer dichtgeflikt en alles. En vluchtelingen. Alle grenzen dicht. Maar dat is voor de economisch gezien dan een gunstig iets. Open grenzen. Maar voor de rest. Nee. Ja, misschien dat je met z'n allen inderdaad een handel als één blok kan handelen met de Chinese. Maar ik weet zeker, als je als Nederland apart met die Chinese gaat zitten, dat wij daar veel beter in zijn dan de rest van die fuckers. Wij zijn de VOC. Wij zijn bedenkers. China zijn nadoeners. Ja, maar kijk, als Juncker het gaat regelen voor de hele EU, ja, dan word je genaaid. Die geven ze wel allemaal sake en hartstikke zat zit hij daar. Maar dat is gewoon... Dat is duidelijk sake uit eigen zak. En als er straks heen gaat, die kan toch veel beter. Maar goed. Ik wou even een punt maken gewoon. We gaan even naar Polen dan. Ja? Ja. Daar hadden ze een fantastisch item van gemaakt. Een fantastisch item. De beelden erbij waren fantastisch. Alleen al het Pools heb ik er uiteraard allemaal uitgesneden. Ja, dat hebben we kunnen. Nee, dus dat is eruit. Maar dan hou ik nog steeds wel een redelijk clipje over, hoor. En wat er allemaal uitgeknipt is, waren allemaal kinderen die het allemaal wel eens waren met hetgene wat ingesteld werd. Ja. Dear friends, Polish nation suffered greatly during the Second World War. Death and suffering in the Nazi German concentration camps was a fate shared by Jews, Poles, and those of many other national and ethnic groups. Dit filmpje zette de Poolse premier vanmiddag op Twitter om uit te leggen waarom de Poolse regering de zo omstreden Holocaustwet invoert. Daardoor wordt het onder meer verboden om in het openbaar te zeggen dat de Polen mede verantwoordelijk zijn voor de misdaden van de nazi's. De Polen waren verantwoordelijk voor de misdaden van de nazi's. Dan kom je Polen niet meer binnen. Nee, je mag niet meer zeggen dat ze mede verantwoordelijk waren. De Polen waren de hoofdverantwoordelijke voor de misdaden van de nazi's. Kijk, kom je weg. Zo. Het is niet de eerste omstreden wet van deze Poolse nationalistische regering. Begin dit schooljaar ging het onderwijs op de schop. Luta, lewa, dra. Naprzód, marsz. Het is 9 uur ochtends op het 4e gymnasium van de stad Siedlce in het oosten van Polen. Een doodnormale dag op een doodnormale middelbare school. Zoals deze school zijn er veel in Polen. Je kan kiezen, met of zonder uniform les krijgen. Maar iedereen leert hetzelfde, om een patriot te zijn. Ja, maar en dan bedoelt hij gewoon een groen militair uniform. Zodat wij een militair uniform te marcheren, 's ochtends vroeg. Kinderen, op middelbare scholen in Polen, ja. Als dit geen fake news is, en als dit helemaal echt is, wat ik aanneem. Al weet ik dat ze Polen zwart willen maken, maar ik neem aan dat ze dat niet helemaal verzonnen krijgen, dat het niet zo is. Maar dit is ook niet Warschau of Krakau of zo, wat nog redelijk een beetje westers is en waar ze zullen zeggen, flikker op joh, we gaan in een lege pak dat begon marcheren, ben je goed bij je hoofd. Ik zie die fotootjes lopen inderdaad echt letterlijk in een leger in ieder geval. Ja, dit is een of ander... Niet gewoon groen, nee, echt. Ja, het is wel een soort van... je kan het vergelijken met Twente of zo in Nederland. Zo'n achtergesteld gebied. 5 van die Poolse sletten. Dat zijn jouw woorden. Juist, dat zijn mijn woorden. Ja, dat zijn jouw woorden. Daar sta ik verleden achter me. Ja, dus je zou er een goede reden voor hebben. Om dat zo te zeggen. Iedereen weet dat Poolse vrouwen... Sletten zijn. Ja. Ben je wel eens in Polen geweest? Nee, dat niet. Ik wel. Ik ken al Polen. En ik kan je één ding zeggen. Sletten, jongen. Ja, slettenbakken. En vieze hamburgers. En vieze gedroogde aardappelen. Ja, dat weet ik. Dat is het enige wat ik nog weet. Het is wel een zuurwaas, geloof ik. Nee, van die krokante uitjes, weet je wel? Die knisper uitjes. Damme. En bietensoep. Ja, bietensoep, ja. Gadverdamme, dat en bietensoep. En het liefste samen. En geen stokbrood om dit erin te dopen, maar gewoon een hele grote augurk. Bah. Ook in de les van juf Anita. Door een recente onderwijsvernieuwing ligt de nadruk sinds dit schooljaar op de positieve rol die de Polen in de geschiedenis gespeeld hebben. Ja, dat is ook zo. De leerlingen worden gedrild in wat patriotisme is. De vernieuwing is een goede ontwikkeling, vindt Anita. Ook hier hadden we de echte wet zo, denk ik. Tuurlijk, want dit is weer een NOS-item. En na 4,5 jaar weet ik dat NOS-items... Die kloppen niet.
ja, of het wordt aangedekt, of ze hebben het in meest extreme geval, pakken ze heel vaak. Ook met mensen op straat die ze interviewen. Ze pakken altijd juist diegenen die hetgene zeggen wat ze nodig hebben. Ja. Ja. De leerlingen worden gedrild in wat patriotisme is. De vernieuwing is een goede ontwikkeling, vindt Anita. Critici zeggen dat het land zo zijn eigen geschiedenis witwast. Collaboratie, antisemitisme, het wordt openlijk minder besproken, het wordt verstopt. Sowieso heb ik al ontdekt dat wat niet in deze clip zit, maar wel als je verder leest, duidelijk is dat dit is één school in Polen. Ja. En het gaat om een militaire klas. Het zijn leerlingen die in het leger willen. Ja, zie. Ja. Die mogen ervoor kiezen of ze de hele school daar wel of niet is. Ze moeten even een paar lessen in een legeruniform. Dan mogen ze kiezen of ze de rest van het jaar wel of niet ook in een legeruniform verder willen. Maar het zijn leerlingen die al in het leger willen gaan. Nou. Het is niet massaal iedere school in Polen. Dat zou je hier denken als je de clip hoort. Nou, niet als Seymour. Ja. Zwaar aangedikt dus in dit geval. Ja. Maar zo makkelijk is het om te doen wat wij doen. Gewoon eventjes kijken inderdaad. Ja, opzoeken. Wat ik net al zei, dit was een of ander aftans gat ergens in the middle of nowhere in Polen. Ja, je hebt altijd wel erg een gekke school, toch? Natuurlijk, ja, dat heb je in Nederland ook nog steeds. Ja. Als je naar Urk of zo gaat, of een ander refo-dorp. Ja, of islamitische scholen en weet je wat. Ja, ook. De ophef over die omstreden wet is hier op het Poolse plein. De geluidseffecten, die heb ik constant wel in laten horen. Want die maken het duidelijk, hè? Moet je ze horen marcheren, namelijk constant. Daar gaat het om. Kijk, die Poolse kindertjes. Daarom heb ik de clip ook genoemd. Poolse kindertjes marcheren erop los. Want dat is de boodschap. Moet je ze zien. Oh, kijk, ze is nationalistisch zijn. Oh, dat is alleen maar dan moet je gewoon in uniform. Je moet marcheren. De ophef over die omstreden wet is hier op het Poolse platteland heel ver weg. Het is hier eigenlijk vanzelfsprekend dat de jeugd nationale trots moet worden bijgebracht. En dat de regering daarvoor de geschiedenisboekjes wil herschrijven. Ach, dat is eerder onpraktisch, zeggen ze hier, dan ongewenst. Zo is het maar net. Ongewenst. Ja, zo is het maar net. Nee, dat vind ik ook. Nou, dit hebben we redelijk snel uitgezocht zo inderdaad. Ja. Want zo doe je dat inderdaad. Even echt opzoeken, wat is er aan de hand? Ja. En dit is wat de NOS ermee maakt. Een anti-Russisch iets. Ja. Dat gooi je op. Die invloed van Rusland. Ja. Nou, dit was geen Rusland trouwens, hè? Nee, maar... Het is wel voor de niet oplettende luisteraars, ja. Het Rusland, Polen. Het heeft denk ik, als ik het helemaal Jip en Janneke taal zou moeten uitleggen... ik sta helemaal buiten dat politieke systeem, zoals mensen weten, maar lang niet iedereen. En mannetjes zoals Baudet... En eerst Wilders. En die krijgen steeds meer aanhang. Omdat VVD en al die andere achterlijke partijen zulke debiele dingen doen. Die worden dan neergezet in de media als nationalisten patriotisme. En kijk eens mensen, dit is er gebeurd als je mannetjes zoals Baudet aan de macht zet. Dan lopen we straks hier ook zo te marcheren. Terwijl de waarheid eigenlijk is, de realiteit is dat Buma degene is die dat liefst zou willen. Het is hetzelfde dat je in Den Helder gaat filmen en ik zeg, kijk eens. In de helden lopen jongeren die lopen in marineuniformen. Ja. Door de stad. Ja, dat zijn kadetten. Ja. Ja, ja inderdaad. Bas heeft nog wat te melden over aanvullend op jouw rant over de hamburgers en bietensoep in Polen. Bas zegt, ja, gooi ja, bietensoep. Met water, wat je beter niet kan drinken. Ja. Ja. Koude bietensoep ook nog, hè? Ja, gemaakt met water, wat je sowieso ook beter niet kan drinken. En Bas dronk daar alleen bier. Dan zit hij bij elkaar een paar maanden daar geweest. Maar wat echt goor is de bruinkool die ze stoken. In het hotel saboteren ze de cv, zodat die op max staat. Maar dat is veel te heet. Dus dan kan je het raam open doen. Maar dan heb je die gore bruinkoollucht. Het is gewoon een gore. Of je moet 2 uur wachten. Was jou niet, Bas? Was jou zachter toen ik er was? Of je moet 2 uur wachten voordat ze 60 centimeter van de weg hebben weggehaald. Nou moet ik eerlijk... Of de brug is weggespoeld. Nou weet ik niet of hij er was. Waarschijnlijk in dezelfde tijd als ik. Maar ik was daar... Pak een beetje 25 jaar terug. Voor het laatst. En het was net het ijzeren gordijn gevallen. Dan moesten wij daar demonstratiewedstrijden korfbal spelen. Dennis Bergkamp naar doen. En toen heb ik Dennis Bergkamp als handtekening gezet. Dat was in die tijd. En toen was het... Ja, dus in Warschau bijvoorbeeld. Dat zie ik nog wel op het plaatje. Maar Warschau waren inderdaad allemaal... een soort ghetto. Allemaal die flatgebouwen. Allemaal dezelfde soort Sovjet-achtige flatgebouwen. En dan helemaal zwart aangeblauwd. Van de... Verschijnen van de bruinkool. Ja.
Ja. Maar ja, ik was toen pas 13 of 12 of zo. 13, 14. Ik dronk al wel. Dus ik was 13, denk ik. Ja. Ja, dus mijn beeld is wel van 1992. Eerlijkheidshalve te zeggen. Maar het is niet voor niks dat al die Polen inmiddels in Nederland wonen. Hè? Huh? You know? Ja, niet omdat het daar zo goed was. Ja, en dat doen ze niet omdat daar inderdaad zo goed is. Nee. En wat? Henk Westbroek zong, wil niet naar Polen, want dan gaat het goed. Nou. Bas, heb jij nog iets gehoord van die prakken die ze in elkaar gemapt hebben? Vorige week, de politie. Dan ga ik even de jingle draaien. Shoot the kill. We come and please shoot the kill. Zo, ik heb politienieuws. Maar ik was benieuwd of Bas Pronger nog iets gehoord had van die gast die de, toen... En Bas is agent aan Polis die nou helemaal aan het gooien. Die zegt, in een extasiehotel belden ze ooit de Wouter toen ik espresso eiste in plaats van oploskoffie. Dat gore water. Hij zegt nou, oh, die zoek ik even op. Ja, goed. En die vieze vodka, die vond hij wel lekker, denk ik. Ja, bier. Oh ja, bier. Ik had ook, dat is ook het veiligste om gewoon te nemen. Pivo, ja. Ik ben ook wel eens in Tsjechië geweest, in het plaatsje Pils. Komt er Pils nog vandaan? Ik ben in Bulgarije geweest. Ja. Babushka! 1985, toen was het ijzeren gordijn. Ja. Ik was gewoon. Jij klom eroverheen! Ik was achter de ijzeren gordijn. Jij klom over het ijzeren gordijn? Ik Sofia. Sofia, man. Dat is ook een ghetto, herinnering. Dat is feit, maar ik weet dat al die grauwe gebouwen. Dit is heel erg vers van de pers. En eigenlijk mis ik het heel vaak en met een reden, want er geen flikker aan is. Maar na het 6 uur journaal van vandaag, komt dan één vandaag. Ging goed. Met Jaap Jongbloed. Jaapie. Jongbloed en Joosten. En Jaap... Dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden. Jaapie had een onderdeel... een onderwerp. En die hoorde ik en toen dacht ik... Gadverdamme! En toen heb ik nog even 20 tot 30 minuten erin gestoken om voor jullie deze clip eruit te editen. Dus ik heb de hele stukken uitgehaald. Maar de rode draad, waar ik het smerigste vond, zit erin. En dit gaat over de grootste heldendaad van de politie van de afgelopen eeuw. Is dat ze die dark web... Ja, opgeheven. Ja, hoe heet die site nou? Het heeft me nog gehoord. Ja. Nou maar goed, ze dus hebben die hele grote dark web marktplaats. Waar je pedo's en drugs en... hackers kan bestellen en al het slechte. Zoals op Radio 1 zei je, het deel van het internet dat afgeschermd is voor zoekmachines. Dat is niet waar. Ja, dat dacht ik ook. Maar dat hebben ze dus, ze hadden toen zich voorgedaan als die gasten achter die marktplaats, want die hadden ze opgepakt en toen hebben ze die server in eigen beheer geplaatst. En toen hebben ze een maand of een paar maanden hebben ze die server gerund, wat op zich al strafbaar is, want je faciliteert de verkoop van allerlei dingen waar je zegt tegen te zijn. Maar goed, dat deden ze met een goed doel, want ze gingen dan achter de dealers aan en daar was het voor. Toch? Ja. Maar dat is een beetje veranderd, dat beeld. Want ja, we gaan even luisteren. Ze waanden zich onbespied. De drugsgebruikers die kochten via het dark web. Yeah. Maar de politie werkte samen met de Amerikaanse FBI en de DEA en achterhaalde hun adressen. Vanochtend kregen tientallen gebruikers onverwacht bezoek van de politie. En vandaag... We hebben het dus niet over de dealers, maar we hebben het over de kopers in Nederland. Ja. Kregen tientallen gebruikers onverwacht bezoek van de politie. En vandaag ging met ze mee. Tuurlijk, ga ze mee. We zijn nu onderweg naar een adres van een jongen die drugs heeft gekocht op het dark web. Bah! We zijn er onderweg voor de knock-and-talk actie. Dat betekent dat we even bij hem gaan aankomen. Kan jij even staan wat hij hier zegt? Knock-and-talk. Oh, knock-and-talk. Kloppen. Ja, kloppen. Dat is hem, ja. En dan een gesprekje. Dat doen ze ook, ja. Zodat ze weten dat ze niet anoniem zijn. Ja. Dus pakken ze niet op. Nee. Nee, het is heel smerig. Ze kunnen namelijk niks. Nee, ze kunnen niks. Wijzen maar. Nee, inderdaad. Dat was ik... Ja, waar ga je luisteren? En je doet het niet, want als de politie aan je deur staat, je schrikt wel even je drugs gekocht hebt.
Maar eigenlijk kan je gewoon zeggen, rot op, ik ga het zo dadelijk winnen. Ja. Bewijs het maar. Ja, maar ze hebben wel een speciale, specifieke doelgroep waar ze langs gingen. Ze gaan niet langs jou of mij of mensen met redelijke levenservaring. En die weten, ja, je fuck off, joh, gek, je kan me niks meer. Als kinderen. Ja, 19 jaar. Gekocht op het dark web. We zijn in de onderweg voor de knock-and-talk actie. Dat betekent dat we even bij hem gaan aankloppen, even een gesprekje met hem aangaan, uitleggen dat hij niet zo anoniem is als hij denkt op het dark web. En ja, toch wat vragen stellen. Marius is een van de tientallen rechercheurs die vanmorgen heel vroeg mensen thuis gaat... Dat noemen ze 70 jaar geleden NSB'ers. Ja. Niet zoals ze nu heten, de teams die langs gaan, rot op. Dat waren gewoon vieze landverraaiers. Marius is een van de tientallen rechercheurs die vanmorgen heel vroeg mensen thuis gaat confronteren die drugs hebben gekocht via het dark web. Hij heeft 2 gram MDMA gekocht. 2 gram MDMA, Joost! 2 gram! Kan wel een groot gebruik van een dealer hebben. Oh, dat kan inderdaad een dealer zijn. We gaan even luisteren. 2 gram MDMA, mensen. Wat doet het op de markt? Bijna geen flikker, maar 2 gram MDMA. Drugs hebben gekocht via het dark web. Hij heeft 2 gram MDMA gekocht, oftewel ecstasy. En ik moet even bijvertellen voor je visual. Dit doen ze niet op klaarlichte dag. Ze zijn hier in het hoe noem je het? In de holst van de... Nee, niet ja, de ochtend, vroege ochtend. De hele vroege ochtend waar het nog pikken donker is. Ja. Ze zijn een uurtje of 6, 7. Iedereen nog op het bedje ligt. We gaan hun even een knock en talk. Gram MDMA kosten ze 20 en 40 euro. Ja, ik heb me door nog eens een grammetje MDMA op te nemen. Dus zeg maar, inderdaad, wij gaan je 50 euro. En dan MDMA, poepoe. Ja, ja. Eigenlijk net iets meer dan wat wij een gebruikershoeveelheid noemen. Iets meer, het is net iets meer dan hun een gebruikershoeveelheid noemen. Ja, behalve... Ja, omdat je waarschijnlijk met z'n tweeën mee zou kunnen. Ja, als je met 2 mannen... Ja. Je kan het ook je eentje doen, maar dat... Ja. Dat is een beetje triest. Sowieso doe je mee... Dapper, dit kost meer dan dat het oplevert. Dat bedoel ik te zeggen. Ga als politiewerk doen. Dit slaat toch nergens op? Ja. En daar staan op zich zware straffen op. Eigenlijk is er een hele verschuiving geweest van kopen op straat of op feesten naar zelf bestellen op het dark web. De koper die Marius zo thuis gaat overvallen is 19, woont op zichzelf en is niet eerder in aanraking geweest met justitie. De vraag is of hij zich bewust is van de risico's van het dark web. Je weet ook niet wat je binnenhaalt. Het zou zomaar kunnen dat het een middel is dat gewoon helemaal niet van goede kwaliteit is. Waar allerlei troep in zit. Dat kan, ja. En je weet niet ja, wat je slikt, snuift op het moment dat je dat gebruikt. Maar dat is zijn eigen risico. Lul, daar heb je helemaal niks over te zeggen. Helemaal geen ene flikker. Dat had ik ook toen gezegd. Indirect ben je gewoon betrokken bij drugshandel. Ja, dat doen we om ook te laten zien dat jullie denken anoniem te kunnen handelen op dat dark web. Nee, zo anoniem is dat niet, want je weet je als overheid, als law enforcement, weten we je echt wel te vinden. Nee, daar kom ik toevallig tegen. Je was me voor, ik wou me even laten uitspreken en dan wou ik hetzelfde gaan zeggen. Ja. Maar zeg het er was. Jullie komen ze toevallig tegen omdat jullie een andere site overgenomen hebben, en dat is de enige reden. Het echte dark web waar de echte dingen gebeuren, infiltreer je nooit. Nee, ja, inderdaad, wat jij nou zegt. Hier pak je de mensen die net zoals wij toen altijd nieuwsgierig waren, ja. Nieuwsgierig zijn geweest naar het dark web. En die dachten, hé, verrekt, dan kun je MDMA kopen. Koop ik er een keer 2 grammetjes. Ja. Maar de echte dealers die echt op het dark web de grote dingen verhandelen, die zijn niet zo stom dat ze zich laten infiltreren door... Hoeveel berichten heb jij gehoord van dealers die zich gepakt hebben? Niks. Als ze die hadden gehad, hadden ze het echt wel gezegd hoor. Maar de meeste van die dealers die via het darknet zitten, die zijn meestal wel redelijk copy-copy. Die laten ze echt niet infiltreren, die hebben een gesloten systeem. Tuurlijk. De dombo's zitten op een normale internet namelijk. Die doen het op een forum of wel in een reactiemogelijkheid. Ja. Hij kan ook bij mij kopen. Marktplaats of zo. Hier zitten meestal al mensen die een beetje nagedacht hebben en die... Maar ze hopen nou dat wij denken, oh, al die markers zijn geïnfiltreerd. En die Monero gebruiken als betaalmiddel. Ja. Dat is tegenwoordig het betaalmiddel van de darknet. Dark web. De Monero. Die wij ook in ons bezit hebben, Joost en ik. Een kwart, oké. Maar de Monero is dus... Want ze zeggen vaak, ja, dat klopt, Bitcoin is, kan je achterhalen. Monero heeft een munt die opnieuw op de dark web enorm... En daarom wordt constant gebruikt alleen maar voor de dark web, heel veel. Ja. Je ziet constant shapeshift van Bitcoin naar Monero... En dan weer teruggewisseld worden naar Bitcoin. Want met Monero kan je op de dark web anoniem dingen bestellen. Ja, behalve... Als inderdaad de politie toevallig die site heeft. Ja. Want dan druk je, zeg je welke straat je woont. En ja, dan hebben ze je. Ja. Maar ja, dat is gewoon puur toeval omdat ze dat ding hebben, ja. En ze hopen dat die jonge kindertjes denken... Oh, misschien hebben ze allemaal wel. Nee.
Dit is een fucking lucky shot. Ja, dit is gewoon smeren wat ze doen. Ook te laten zien dat jullie denken anoniem te kunnen handelen op dat dark web. Dat kan je ook. Zo anoniem is het niet. Want je weet hier als overheid, als law enforcement, weten we je echt wel te vinden. De law enforcement. Hé? Hey. Moeten we wel even wat speurwerk doen. Nou, maar we weten je te speuren. Je krijgt natuurlijk niet elke dag de politie aan je deur. Ik denk dat dat in elk geval wel indruk maakt dat er iemand op bezoek bij hem komt. Als de mannen in het blauw of in het geel en het zwart worden als die bij jou aan de deur staan. Ik zie even tot de orde roepen. Ja. 6:30 Marius is onderweg om aan te bellen bij deze jongen. We mogen niet mee. In verband met de privacy mogen we dit niet filmen. En dus moeten we wachten hier in deze, ja, toch overigens hele keurige woonwijk. Terug naar Marius. Ze hechten wel heel veel van de privacy, maar ze staan gewoon voor zijn huis. Mafkezen. Terug naar Marius. Oké, terug naar Marius. Die op zijn eerste adres bot vangt. Mooi zo. Niemand doet open. Waar gaan jullie nu naartoe? Rijnsburg. En wie gaan jullie daar opzoeken? Zelfde jongen eigenlijk. Zelfde soort jongen. Hij heeft in dit geval geen MDMA besteld, maar cocaïne. Oh. Een halve gram kocht deze 19-jarige jongen die nog thuis woont. Nou. De zogenaamde gebruikershoeveelheid. Precies, zijn ze ouders hebben gewoon bijna naait. S'morgens vroeg aanbellen ze zijn vader de deur open doet. En dan mag je voor een halve gram. Ze gaan het in de clip zeggen waarom ze het doen. En hij zei het. Lachend. En ik zal het gewoon even uitdraaien. Hij zei het lachend waarom hij deed. Zoeken? Zelfde jongen eigenlijk. Zelfde soort jongen. Hij heeft in dit geval geen MDMA besteld, maar cocaïne. Een halve gram coke kocht deze 19-jarige jongen die nog thuis woont. De zogenaamde gebruikers. Een geeltje coke. Mag niet, maar wordt vaak gedoogd. Niet vervolgd dus. Denk je nou dat dit zin heeft, deze actie? Schrikt het mensen wel echt af? Of denken ze nou, we gaan de volgende keer gewoon naar een dealer of naar de volgende website? Ik denk dat het wel zin heeft. Deze Knock & Talk actie is speciaal voor jongens en meiden die eigenlijk niet zoveel met de politie in aanraking gekomen zijn. En ik denk zelf dat op het moment dat je dan ineens zo iemand aan de deur hebt die iets weet over jou, dat dat wel indruk maakt. Op het tweede adres van Marius wordt inmiddels wel opengedaan en volgt een gesprek. Het gekke was dat hij zich van geen kwaad bewust leek. Hij vertelde heel open van, ja, ik zag dat het online kon, ik heb het toen gedaan en ik ben ook eigenlijk verbaasd dat jullie hier nu zitten. Het gesprek sloeg een beetje om toen we gingen praten over de risico's van het bestellen van drugs. Dus hij heeft zijn adresgegevens doorgegeven aan criminelen. En met name toen ik dat deel vertelde, toen schrok hij wel een beetje. En zijn ouders zaten erbij en ik denk dat het zwaarste gesprek voor hem nog gaat komen zometeen. Maar uiteindelijk... Je hoort zelfs dat hij het lachend zegt. Zielige ik denk zak. Dat het zwaarste gesprek nog wel gaat komen zometeen voor hem. Zielige zak, trots op jezelf. Ik ga het gewoon zeggen. Jij hebt het nog niet gezegd, maar dit soort mensen verdienen het gewoon op de ster. Op de mokerij kapotgeschoten. Ja, op de mokerij, het liefst hier. Of in zo'n gul. Voor de muur van Mussert. Ik zou er gewoon een paar uur per week voor opgeven om mee te graven aan een gul. Waar we ze allemaal in een rij neerplaatsen. Desnoods op de Ginkelse heide. Achter elkaar zullen we zo mogelijk lood en kogels dan doen voor. Ja. Ja. Nee, dit is toch... Dat je nog... Ik glaas op de... Dat was wel grappig. Dit zijn van die mannetjes die moesten als kind een biefstuk op de rug binden. Anders wouden honden er niet meer spelen. Ja, maar ze zijn er. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een Facebookpagina van Indigo Revolution. En dan krijg je heel af en toe. Dat het schijnbaar sinds een paar maanden kan die mogelijkheid. Want dat heb ik nooit gezien. Want ik kom nooit op die pagina. Dan krijg ik een mailtje. Met die en die heeft jou een chatbericht gestuurd. En dan kan je op je, naar je Indigo Revolution pagina. Krijg je dan een chatbericht. En meestal is het gewoon een kapotte vraag of iets. Of is je, moet ik wel of niet ayahuasca gebruiken? Meestal reageer ik gewoon heel rot op. Maar deze was, Mickey, ik wil jouw mening graag weten. Ik zit erover te denken, hoe sta jij er tegenover als iemand ambtenaar wil worden? Dacht, nou ja, zelf weten. Moet je zelf weten, dat las ik verder. Ik wil namelijk parkeerwachter gaan worden. En dat lijkt me een hele leuke baan en bladibla. Wat vind jij ervan? Nou, ze hebben even geantwoord. Ik zei, dat is jammer voor je, is de NSB niet meer bestaan. Dan had je daar even kunnen worden. Ik zei, dan zullen hoe ik erover sta. Ik zei, je moet doen waar je goed bij voelt. Ik zei, maar mijn persoonlijk ding is. Ze zullen er ongetwijfeld zijn. Alleen ben ik ze nog nooit tegengekomen. Want degene die ik altijd tegenkom, dat zijn altijd afgekeurde politiemannetjes die 70 jaar geleden een incarnatie, het liefst een incarnatie zouden hebben als NSB'er. En het liefst weer met een bruine band om zouden lopen. Ja. Zeg maar als mensen een boete aannaaien, je ding is, dan moet je het doen. Dan moet je het doen. Dan hou ik je niet tegen.
Maar dan schreef hij ook terug iets van, ja, dankjewel voor je mening. Ja, ik ben van mening, ik vind het wel oké om mensen een parkeerboete te geven, want mensen met een auto, die hebben toch al genoeg geld, dus die kunnen dan ook wel die bekeuring betalen. Dat staat nergens. Ja, ik heb ook niet meer gereageerd. Als jij wil reageren voor mij, mag je straks. Open ik hem. Op hem. Oh. Ah, nee. Had een Palestijnse vlag. Slink. Vind ik eng. Ik heb een schurf hek op parkeerwachten. Ja, ik had ook... Ongeacht of ik nou wel of geen parkeerbekeuring krijg. Hij begon namelijk met een vraag over ayahuasca. En hij is moslim. En dat mocht niet van het geloof, blablabla. En ik heb hem gepusht dat hij ayahuasca ging doen. Ja. Kijk, ja, dat is goed voor je. Dan kom je erachter dat die neppe god waar jij zoveel waarde aan hecht, niet bestaat. Of in ieder geval dat jij meer god bent dan die neppe god waar jij nou je macht aan uit handen geeft. Maar hij had contact met Allah gehad. En Allah had gezegd, joh, jij moet niet ayahuasca gaan doen, want dan krijg je een psychose van. Dus dat. En toen zei hij, ja, ik ga parkeerwachter worden. Allah zei dat. Nee, dat zei ja, ik veel heel. Jij hebt een hoop gekken gewoon. Ja, 100%. En op een of andere manier trek ik ze aan. Dan ga ik gewoon mijn chatbericht sturen en vragen van, ja, moet ik parkeerwachter worden? Hm. Ja, doe het. Hij heeft zijn adresgegevens doorgegeven aan criminelen. Ja. En met name toen ik dat deel vertelde, toen schrok hij wel een beetje. En zijn ouders zaten erbij. En ik denk dat het zwaarste gesprek voor hem nog gaat komen zometeen. Maar uiteindelijk leek de boodschap wel bij hem aangekomen te zijn. Ja. Het is niet een druppel op een gloeiende plaat, want de volgende site komt alweer op en daar gaan ook weer mensen komen. Het is een wereldwijd een groot probleem. En nogmaals, er is geen enkele actie die dat ineens tot een einde maakt. En noem het spel de prikken, maar dan blijven we dat in ieder geval doen. Ja. We blijven op dat dark web actief om te zorgen dat er niet van die vrijplaatsen komen waar iedereen denkt ongestoord zijn gang te kunnen gaan. Rot op, lul, je bent zelf strafbaar met je server hacken. En dan, dat is misschien nog wel, dan kom je misschien nog wel weg bij een rechter. Maar als jij tegen een rechter een objectieve, normale, goede rechter gaat zeggen, we hebben 2 maanden lang een server gehackt. En we hebben dus 2 maanden lang, met andere woorden, de grootste van de dark web gefaciliteerd dat mensen drugs konden kopen en verhandelen. Dan heb jij geen zaak. Dan ben je zelf gewoon strafbaar. Ja. En ze zijn er wel heel erg trots op. Dan gebruiken ze Jaap Jongbloed zijn programmaatje om zo'n walgelijk NSB-item te draaien. Ja. Gadverdamme. Zo. Zo, dat is eruit. Ik heb hem even nodig. Kom maar weg. Bring your attention back to your breathing. And with each breath, feel your body saying, fuck that. Fuck that. Oh, fuck that, ja. Yeah. Koes, of ik weet niet wat het is, kan een critical zijn. Help altijd als je ogen dicht doet en je denkt bij jezelf, fuck that. Nee, ik kan nog koes, joh. Critical. Fuck that, man. Maak me druk over. Fuck that. Stel dat je zieke mannetjes. Kom op, Mick. Kom op. Ik wist niet eens wat teer zieltje had, Mick. Dat zeggen mensen ook al tegen mij. Ik wist niet eens wat teer zieltje had, joh. Je had ze over zo druk over maken. Ja, je bent heel gevoelig, hele gevoelig jongen. Ja, maar HSP. Vergeten mensen wel. Hoogsensitief persoon. Hoogsensueel toch? Ook. Ook. Hoogsatanisch. Ik ben een HSP. Indigo. Zeggen mensen ook heel vaak tegen mij toch? Van, jij bent geen echte indigo, Mick. Want jij oordeelt. Ja. Dan zeg ik, ja, klopt, ik ben ook geen indigo. Maar HSP. Een kind van de regenboog. Zie je, maar zo gauw was hier een beetje te darren. Te kloten. Marcel. Marcel luistert dan nog naar ons. Nee, ik wil ze gek aan. Ik ga denk ik wel binnenkort een keer ook in de complot. Met Marcel? Nee, niet net. Dan gaan we heel vaak. Ik kan nu even uit mijn eigen studio. Maar, als ik jullie zat ben, dan ze zeggen, oh, dat is goed, ja, dankjewel. Mm. Zeg maar. Ja, dan hak ik hem af. Ja, nee, als ik in de uitzending kom. Ook als ik zeg, ja, maar dat doet het allemaal niet toe. Want als ik in de uitzending kom, Mickey van Leeuwen. Bestaat toch niet. Mickey van Leeuwen. Als ik in jouw uitzending kom, dan wil ik als voorwaarde dat ik niet door jou zomaar weggebliept kan worden. Ook niet als je door een tunnel rijdt. Oh, dat is weer door een tunnel. Nee, ik rijd niet door een tunnel. Ik rijd niet door tunnels als ik Mickey bel. Dan zit ik altijd op een stabiele verbinding. Nee, dat moet ik niet. Ja, maar jij weet nooit wanneer ik uitgezend ben. Door met de show. Dat is waar, dus ik kan nooit inbellen. Ik kan nooit inbellen. Nee, jij weet niet wanneer ik het is. Maar stom geluk moet ik jou bellen en dan denk je dat ik zit in de show. Ja, ik zit in de show. En dan denk ik, oh. Want de eerste show is wel. Mensen horen mij nooit meer.
Jij bent echt nou nog, als Ruud Lubbers die elke opbrengt man naaide. Je bent nou nog, oh Joost, oh dat was tof van Joost, altijd komt hij erin. Maar zodra hij hier straks over een uur of anderhalf de laatste knop uitgaat, dan besta ik niet meer. Ja. Het is een kleine schreeuwlelijkje. Nee, ik ga gewoon, als ik een besluit om een uitzending te maken. Kaas zegt, kan je daar afspreken? Ja, maar als Mick me niks vertelt. Ja, maar dat wil ik net zeggen. Als ik bij wijze van spreken weet van, ik ga aanstaande zondag proefopname maken. Zondagavond om, weet ik veel, 8 uur of zo. Dan kan ik zeggen van, Joost, ik Skype jou om 8:30 of zo. En dan doen we net of het niet afgesproken is. Stom van neem het telefoon. Hé, Mickey, wat is er? Ja. Hé, Mickey. Je belt me nooit. Wat is er aan de hand? Helemaal niet via Skype. Wat vreemd. Heb jij Skype? Wist ik niet. Hoe kom jij eigenlijk aan mijn Skype nou? Je had toch een hekel aan Skype? Goed, even kijken. Moeten we al naar de hoop porno of zo nog? Wat hebben we nog meer? Even kijken. Wel, eerst even kijken wat we hebben. Die hebben we nog. Oh, die hebben we dit nog. Ja. Die hebben we gehad. Die halve gehad. Dat is geheim. Gehad? We zijn klaar. Oh nee, die hebben we nog. Zit erop. Twee. 3, 4, 4 clips, mensen. 4 clips. We kunnen aftellen. 4 onderwerpen ook. Oeh. Ach, man. Laten we beginnen met nepnieuws. Er wordt hier drugs gebruikt in de studio. Drugs verhandeld zelfs. Drugs verhandeld. Nee, er komt gewoon drugs halen hier in de studio. Ik hoop dat de politie niet meekijkt. Nee, of meeluistert naar deze uitzending. Ik kan morgenochtend om 5:00. Dan krijg je een knock and talk. Knock and talk op de deur gaan. Ik raad het ze niet aan. Hey, ken je dat verhaal van die Europese Unie? Die hadden heel veel Europees belastinggeld. Hadden ze, en dan dachten ze, daar gaan we een fact-check website van maken. Ken je dat verhaal? Ja. Ik niet, maar dat ken ik sinds deze week. Ik wist niet dat ze het al daadwerkelijk hadden. Een fact check. Heb je het over gehad al een keer? Over ja, maar ze dat het van plan waren, ja. Ze zullen komen, ja. Maar het blijkt dat te bestaan. Oké, dat wist ik niet. Je hebt de Europese Unie. Ik wist dat ze wel. Het is, heet die site nou? Misschien kan ik hem opzoeken. Kut. Maar ze weten niet. Versus. Ja, EU. VS. Fakenews.org, volgens mij. Ja. Probeer eens. Even nog een keer. EU. E-U. V-S. V-S. Fake news. Fake. Doe maar even googlen op. Maar volgens mij is dat hem. Nieuws of nieuws? Nieuws. Dat is Engels. Nieuws. .com. Nee, geen com. Ik denk .gov, maar ik weet niet zeker. Dus doe nou maar op enter en dan zoekt hij even, toch? Ja. Of is het Europe versus? Europe vind ik niet zo zin. Dex. Nou, misschien zeggen ze... Ik ben vergeten die site. Ik heb er al zitten kijken. Een heel slecht WordPress blog. Of Europe VS. Hoe noem je dat? Fake news? Fake. Propaganda kan ook. EU VS. We gaan even luisteren. De Europese Unie wil nepnieuws bestrijden. Onder meer via een speciale website. Maar die kwam de afgelopen weken in Nederland onder vuur te liggen. Artikelen van verschillende media stonden ten onrechte op de lijst. De dienst heeft heel weinig medewerkers en leunt naar eigen zeggen op ruim 400 vrijwilligers. Maar uit onderzoek van de NOS blijkt nu dat slechts een heel klein deel van die vrijwilligers ook daadwerkelijk actief is. Hoe kom je zo'n platte joint? Zo plat, zie je dat? Ja, dat is heel plat. Heel dichtgevallen. Heb je stress? Is het emoties? Emoties, nee. Laat ze haar zijn. Ik ben het even vergeten. Dion, nog een keer. Ja, het is Dion, hè? Geen straf. De Europese Unie wil nepnieuws bestrijden, onder meer via een speciale website. Maar die kwam de afgelopen weken in Nederland onder vuur te liggen. Artikelen van verschillende media stonden ten onrechte op de lijst. De dienst heeft heel weinig medewerkers en leunt naar eigen zeggen op ruim 400 vrijwilligers. Maar uit onderzoek van de NOS blijkt nu dat slechts een heel klein deel van die vrijwilligers ook daadwerkelijk actief is.
We gaan naar Brussel, naar correspondent Arjan Noorlander. Arjan, wat ben je te weten gekomen over de mensen achter deze site? Nou, dat het eigenlijk allemaal niet zo heel erg veel om het lijf heeft. En dat is ook de reden dat daar fouten zijn gemaakt. Het zijn 3 ambtenaren hier in Brussel. Een klein clubje dat de enorme klus heeft om 10.000 nieuwsberichten in heel Europa te checken op fake news of geen fake news. En die 3 ambtenaren spreken bijvoorbeeld maar een handvol talen van de Europese Unie. Ze spreken bijvoorbeeld geen Nederlands en toch stonden er Nederlandse berichten op die website. Dat betekent dat ze heel erg stevig moeten leunen op vrijwilligers die hen tippen van mogelijk fake news. Nou, dat is dus heel groot. Hebben ze gezegd, wij als Europa gaan fake news fact checken. En hebben ze gewoon een steltje vrijwilligers. Ze hebben 3 vrijwilligers, 3 ambtenaren gevonden die zitten daar. Jullie doen die website. Nou, we hebben een manier. Het is Europe of versus, dat kan ook. EU versus fake news, of zoiets. Zoek even op naam, website, of kan toch via een nieuwsbericht iets vinden. Mensen in de chat die nog iets doen. Ze zijn allemaal weg. Iemand. A little for help from your friends. Ik kan niks. EU versus netnieuws. Fake news. Ik ga ook even zoeken. Ja, en 1 van die vrijwilligers woont hier in Brussel en die zochten wij op. Je zou het misschien niet zeggen, maar hij is een van de belangrijkste Europese troeven in de strijd tegen nepnieuws. Every week I have to listen about at least 10, minimum 10 hours. Sometimes it is 15 hours of political TV talk shows. Vanuit een flatje in Brussel noteert Pavel alle ondaarheden die in die Russische talkshows te horen zijn. Oh ja, disinfo. Right. Какие идеи нам дала Европа? Коммунизм, крестовый поход, нацизм, фашизм. The show host is dividing Russia and Europe into 2 parts. He presents them like enemies. En dat is onterecht, zegt Pavel. Dus meldt hij het aan voor de EU-lijst met nepnieuws. Mede dankzij vrijwilliger Pavel bestaat die lijst inmiddels uit zo'n 3800 artikelen en video's. Ja, de visual erbij was van, en dus meldt hij het aan als nepnieuws. En dan zag je dus een beeld hoe hij dat deed. En dat herkende ik direct, want ik heb ook WordPress-sites. Hij had gewoon een WordPress-site waar hij gewoon een artikeltje aan toevoegde. Daar gaan je miljoenen Europese belastinggelden zijn. 3 ambtenaren die daar in die toren van Babel rondhangen. Die toch geen flikker te doen hadden. En die krijgen miljoenen aan belastinggeld. Om daar een website te laten bouwen. Zo noemen ze dat dan. En wat pak je? Je pakt een template. En je pakt een WordPress site. En je vraagt wat vrijwilligers. Om voor jou nepnieuws te gaan checken. Dat is wat ze gedaan hebben. Gewoon een fucking WordPress blog. Jij zit er nou op, toch? Dat is gewoon een fucking onoverzichtelijk WordPress blog. Wat is de titel? Wat is de URL? Ja, dat is EU versus disinfo.eu. Ja, EU versus disinfo. D-I-S. G-O-V volgens mij. Uit mijn hoofd. Nee, F. Info. .eu. .eu? Ja. Ah, hij was van de week nog .gov. Nou, .eu. Kan je zelf ook even kijken waar ze het over hebben. Dit lulbericht. Allemaal te vinden op een speciale EU-website. Officieel zetten 400 vrijwilligers zich hiervoor in. Maar in de praktijk zie je constant dezelfde namen terugkomen. De 10 meest actieve vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor 3/4 van de meldingen. Maar liefst 1 op de 4 meldingen komt van Pavel. En het team dat al die meldingen controleert is nog kleiner. 3 man in dit gebouw die lang niet alle Europese talen spreken. Zij zetten artikelen van de Nederlandse websites Geen Stijl en de post online op de lijst. Ja, welke artikelen dan? Zeg me ja, dan. Please. Want dan wil ik beoordelen of het fake nieuws is of niet. Ja. De post online bijvoorbeeld heeft heel veel fake nieuws. Er zijn bepaalde luisteraars niet mee eens. Sorry Tom. Maar de post online heeft een hele hoop fake nieuws. Ja. Geen Stijl ken ik niet, want ik ben allergisch voor dat Geen Stijl toontje van doen. Maar ik kan me voorstellen dat die ook vaak wel dingen zeggen die gewoon totaal nergens op gebaseerd zijn. Dus waar heb je het dan over? Ik vind het is zo nieuwswaardig als rukje lul. Ja. Welke artikelen? Wat? Echt, is dit nou journalistiek? Achteraf onterecht. We kunnen gewoon niet meer stoppen. Ja, maar dit is ook niet meer tegen. Dit is ook vechten tegen de bierkaai.
Ja. Toe. Man! Als Pavel horen fouten erbij als je met zo weinig mensen op moet boksen tegen alle Russische leugens. Bah! Russisch leugens. Today, more than 2000. Nou, ze hadden beter even Holmes Zelstra kunnen checken. In plaats van die Russen. Want dat lieten ze ook zien. Hij zat dus de hele dag zat hij Russische mainstream media zat hij te kijken. Ja. En zat hij te kijken of die... Fake news. Ja. Hij zat, zijn doel was ook. Allemaal Russische tv. Maar ja, er zat ook niemand die Nederlands sprak. Dus dat was kut. Maar je had beter even Holmes kunnen fact checken. Hij zei echt Russian grannies join viral dance movement. Ja, het slaat echt. Putin has a microchip implanted in his shoulder. Ja, waarom is dat fake news? Misschien is het wel zo. Heel veel mensen hebben een microchip in hun shoulder. Nee, je weet het niet. People working for us today. In EAS, I don't know, but I believe only a few. Eigenlijk zou de EU niet afhankelijk moeten zijn van vrijwilligers zoals hij, nee, vindt hij. Bij ons. You have to defend yourself. Not with volunteers. Volunteers can't defend. With professional people. Professional. Ja, Arjan, als we dit zo zien, hoe serieus moeten we dit nemen? Ja, ja. Ja, dat is maar zeer de vraag. Je kunt al een behoorlijke discussie hebben over of het wel verstandig is dat de overheid hier in Brussel, de EU, westerse journalisten gaat controleren op nepnieuws of geen nepnieuws. Maar als je dat dan al doet, doe het dan in ieder geval goed. En hier bij de Europese Commissie zeggen ze, wij zien ook wel dat dit allemaal veel te mager is, terwijl de impact heel groot is. We hebben meer geld en meer middelen nodig om dat te doen. Maar nog meer geld. Om dat te kunnen, hebben ze toestemming nodig van de lidstaten in Europa. En dan dus bijvoorbeeld ook van het Nederlandse kabinet. Of oh, hebben ze dan weer een vooropgezet plannetje? Zou dat het weer zijn? Arjan, zo van, nou kijk, wat een amateurs. Dat moeten we beter doen. Dus er moet nog meer geld heen. Nog wat jij zegt, nog meer middelen. Zo werkt het constant. Ja. Dit kan niet, hè, want dit zijn gewoon allemaal vrijwilligers. Die zit daar in zijn kamertje. Zag ook bij mijn bezoek. Hij zat daar gewoon de hele dag scheid Russische tv te kijken. Mannetje. En dan ging hij naar zijn WordPress admin paneltje en dan vulde hij in. Huh? Wat ik nou gezien heb? Poepoe. Ja, waarschijnlijk iets van die, wat je net zegt, die Russian dolls of wat dan ook. Grannies. Russian grannies. Ja, dan zeggen hij, ja, er bestaan helemaal geen Russische grannies. Die heeft Poetin allemaal afgeschoten, want ja, je mag niet dat ouder dan 60 worden, nee, daar. Misschien schiet hij het ook maar weg. Wij zien ook wel dat dit allemaal veel te mager is, terwijl de impact heel groot is. We hebben meer geld en meer middelen nodig om dat te doen. Maar om dat te kunnen, hebben ze toestemming nodig van de lidstaten in Europa. En dan dus bijvoorbeeld ook van het Nederlandse kabinet. Of die dat willen. En het is maar zeer de vraag natuurlijk of ze dat uiteindelijk gaan krijgen. Want het goede nieuws zou zijn, wat? Dat er misschien meer fake news gefilterd wordt. Het slechte nieuws is dat er ook steeds meer media, ook Nederlandse media, in de gaten zullen worden gehouden. En terecht ook. Arjan, dankjewel. Ja. En terecht ook, Arjan. En vooral de NOS. Nieuwsuur toch ook 2 weken terug. Met Rianne de Hacker. Totaal verzonnen klote verhaal. Met de geldautomaten die gaan geld spuwen door een DDoS aanval. Ja, ik kon er zelf niks aan doen, ik werd erin geluisterd. Ja, maar is wel fake news. Ja. Zelstra, jarenlang zegt, kijk hier, Zelstra, hebben we uitgezocht. Zelstra zegt, nou dat doe je als NOS, want als NOS zoek je alles uit. Je hebt David-Jan Godfrata in lopen in Moskou. En zijn taak is eigenlijk, in een ideale wereld, zou David-Jan Godfra als reporter van de NOS in Moskou, die zou, als Halbe Zelstra uitspraken doet van, ik heb bij Poetin in de Dacia gezeten. Ja, dat moet onderzoek. Dan zou David-Jan Godfra naar iemand moeten gaan die ook wel eens bij Poetin in de Dacia komt en zegt, hé. Kom, Halbe er wel eens. Was die Halbe gek daarbij? Zat hij op de laatste rij inderdaad mee te luisteren? Nee, dat is die keer van Shell. Precies. Maar dat is een ideale wereld, maar dat doen ze niet. Joost van der Veer. Wankers. Wankers. Oké, we hebben nu genoeg angstporno, ja, gehad. Op naar de hoop. Hoop doet leven. Iedereen die denkt dat cryptocurrency een demonisch gedrocht is, wat singulariteit promoot, wat de AI-god dient, en wat, noem het niet zo gek allemaal op. Ik heb goed nieuws voor jullie. Er is een nieuw cryptocurrency die ik gisteren heb ontdekt. Hij is was 3 dagen inmiddels, 3 dagjes oud. En dat is de Jesus Coin.
Jesus coin? Jesus coin. De afkorting is ook... Zoek even de website erbij. Want ik heb die website zitten lezen. Jesuscoin.network is het? Network op zijn Engels. Jesuscoin.network. Ik heb me kapot gelachen. En ik ga nu vast het filmpje... Ze hebben een filmpje erop staan. En dat, is, ja, dat legt wel iets uit. En wij zullen zo meer uitleggen. Maar er is eindelijk hoop. En ik zie hier wel wat in. Want Jesus heeft zichzelf gedecentralized. En dat vind ik mooi. Want dat alleenrecht hadden eerst alleen de kerken. Ja. En nu kan iedereen een stukje Jezus bezitten. Of ermee doen wat hij wil. Dat wil toch iedereen, hè? Jesus coin. Jesus coin. Our next entrepreneur has been around for 2,000 years and is launching an ICO for his cryptocurrency this fall. Please welcome Jesus Christ. It is I, the Messiah, making it rain Jesus coins from the heavens. Hey. Like other cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, and Dogecoin, Jesus coin will be traded on your favorite exchange. For too long, money-grabbing churches have been trying to own and sell me to their masses. Uh-huh. It's time to decentralize me on the blockchain. Okay, okay. But what exactly are we buying here? Me? Duh. So, I sell you on QVC? Not quite. You're buying Jesus coin, the only cryptocurrency that brings you closer to your Lord and Savior, me. All while maintaining low transaction cost, transparency, and security. Is this a scam? Are you seriously calling Jesus a scam? Not coming. Amen. Hey. So, how much do you think the value of Jesus coin will be? In today's money, about $13 billion. That's very unlikely. So was my resurrection. Okay, so what else do investors get? Cryptocurrency, healing, forgiveness, the huge. I'm in. Let's do this. I can't argue with Jesus. I'm in too. Can I come in with you guys? Everyone is welcome in my kingdom. Jesus coin for all. This is going to be bigger than Bitcoin. Dad would be so proud. Dat is geen prank. Ze adverteren met wat wij goed kunnen. Sin forgiving. Ja. Jesus coin is negotiating with churches to outsource sin forgiveness. Ja. En de tweede is transaction speeds. Record transaction times between you and God. Ja. En al die, echt alles op die website is grappig. Ik heb er een half uur lang echt verscheurd. Dit kan je traden. Dit is op een exchange te krijgen. Sterker nog, ik heb vanmiddag geprobeerd Jesus coin te bemachtigen. Maar het lukt even niet. Maar dat gaat mij lukken. Want de belangrijkste zaken op jesuscoin.network zijn die... Maar de founder en CEO en zijn trustee, ja. Dat zijn Jesus Christ en Judas Iscariot. Ja, ja, niet alleen. Dan moet je nog één regel naar beneden gaan. Saint Peter. Ja, Saint Peter. Jesus Donkey, man. Jesus Donkey. Jesus Donkey zit er ook bij. Customer service. Huh? Customer service. Ja, die doet customer. Jesus Donkey. Allemaal zijn ze erbij, jongens. Saint Peter, allemaal. Augustus, keizer Augustus. Ja, ja, ja. Ze hebben er heel veel. Het zijn niet de minste geringste. Dit is echt gewoon fantastisch. Ook de percentages moet je erbij pakken en zo. Dit is toch niet iets wat groot gaat worden? Dat zeg ik ook niet, maar dat je hebt het belangrijkste heb je nou nog niet. Hallo? Market cap, 14,2... Nee. Op die website. Dat zijn percentages en zo. En wat het doet. Ja, jij zei de eerste twee dingen... 37% more effective than prayer. Het is 37% meer effectief dan prayer, ja? En? Het is 65% meer useful, bruikbaar dan charity, dan goede doelen. Juist. Het is 8,3% meer betrayals bij disciples. Ah ja. En die laatste is heel belangrijk. 100% chance of being saved if your own Jesus coin. 100% sure zeker weten dat je gered wordt. Als de apocalypse begint. Als je Jesus coin bezit. Als je er maar één hebt. Het belangrijkste is ergens bovenin. Daar staat 100% zeker wat je garantie krijg je. En daar ging het. Daar was ik. Daar was ik over. Toen hadden ze me. Ik was all in. Want als jij Jesus coin hebt. Kan jij nooit en te nimmer. Na de dood. In de hel komen. Kan niet. Als jij Jesus coin hebt. I have Jesus. Yeah. Saved from hell. Saved from hell. Jesus coin is guaranteed to save all of his owners from hell. Except Jews, Muslims, Hindus, Baha'i, Buddhists and Sikhs. Ja. Dus mij ook.
Ik ben niet een van diegenen van die niet. Het is fantastisch. Dit zeventje. Iedereen die dan nog zegt van joh, jij gaat dan wel. Nee. Heb jij Jesus Coin? Ik wel. Dit vind ik briljant. Ja, maar als dit groot wordt. Nee, dat wordt niet groot. Dit is meer voor de grap. Dit is één grote joke. Ja, die gasten gaan wel een leuke stemmen voor jou. Weet ik niet. Ik dacht dat ze hebben helemaal geen ICO gehouden. Ze hebben dit gewoon ergens op één exchange zijn ze begonnen met dit te traden. After a few years napping in heaven, Jesus got tired of seeing the financial injustice created by the banks and decided to resurrect once more in order to bring forth his own cryptocurrency and solve all of Earth's ills. Ja, maar ik heb al die verhaaltjes te lezen. Ik heb er echt een half uur lang schik om gehad van die website alleen al. En hoe briljant is het? Want wat ze doen... Sorry. En dan kan iedereen die een heel klein beetje kennis heeft... Je kan op het Ethereum-netwerk, net zoals die CryptoKitties... Ja. Wat ook nergens op slaat... Kan je gewoon je eigen applicatie of cryptocurrency... Heel makkelijk. Ik hoor wel eens van mensen die daar verstand van hebben. Je kan gewoon een soort formulier of zo invullen... En je krijgt je eigen token op het Ethereum-netwerk. Ja. En hun hebben Jesus Coins aangemaakt op het Ethereum-netwerk. Wat je op zich geen donder kost. Ze hebben een leuke website in elkaar geflanst. Een leuke animatie die ik net draaide. Dat is een filmpje. Dat is grappig. En dat hebben ze gedaan. Ja, dat vind ik gewoon humor. Dat vind ik humor. En dan zullen de serieuze cryptocurrency gasten zeggen... Ja, dit kan niet, dit laat zien. Je maakt het belachelijk. Bladibla. Nee, dit is gewoon grappig. En als het een beetje aanslaat, kan je er ook nog geld mee verdienen. Ja. En alles wat hij zegt klopt. De kerken hebben te veel financiële macht. En ze buiten allemaal Jesus centralized uit. Ze hebben ook ergens een berekening in staan. De roadmap of zo. Dat ze binnen hoeveel jaar... Want ze willen volgens mij voor het einde van 2018 of 2019... Ja. Willen ze net zo meer market cap hebben als Jesus Coin zijnde dan de Mormoonse kerk. Zodat ze op dat moment de op één na grootste christelijke organisatie zijn. Ja. En dan willen ze volgens mij voor het einde van 2030, die hebben ze wel ruim ingezet, willen ze de grootste worden. Met andere woorden, hebben ze de Vaticaan, zijn ze qua marktwaarde meer waard met Jesus Coin dan het Vaticaan. Ja, een nobel streven. Ja, moet je wel geld hebben. Je moet in de rij worden als het kan. Ik heb uit zitten rijden, zitten rekenen. Ze hadden gisteren toen ik keek, hadden ze een market cap. Die moest ik zelf uitrekenen, want ze zijn zo nieuw zijn dat die nog niet ingevuld staat. Van 20 miljoen. En volgens mij moesten ze 13 miljard hebben om de Mormonen voorbij te gaan. Dus dan heb je nog een long way to go. Ja, dat kun je stellen. Maar dan moet je nog 1000 keer zo groot worden. Dus als je nu Jesus Coin koopt en ze wordt daadwerkelijk groter dan de Mormoonse kerk, heb jij een keer 1000 inzet. Jesus Coin is dan niet veel waard, man. Nog ineens een cent. Volgens mij 1/10 van een cent is 1 Jesus Coin. 2/10. Maar er zijn er ook heel veel. Dus dat is ook een nadeel. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die Jesus aanhangen. Iedereen moet de kans krijgen om coin te kopen. Ja. En de afkorting is ook JC, dat vind ik mooi. Jesus Christ. En het logootje wat je dan ook op ziet waar die cryptomarkt is, is dat kruis. Hebben ze dan ook een kruis. Fantastisch. Ik vind het net hetzelfde een beetje als de spaghetti monster een beetje deed. Dan maak het gewoon belachelijk en hey, we kunnen, als je er geld mee kan verdienen, prima toch? Graai waar je kan graaien. Tuurlijk. Iedereen kan dit doen. Iedereen kan op dit moment zoiets uithalen. Betekent niet zo gek. 0,01 cent. Ja. Als jij je... kan maar gewoon een miljoen kopen. Als jij je neefje of een van zijn vriendjes die veel verstand heeft van programmeren... zo gek krijgt van... Hey, zoek eens voor mij uit dan noem je ERC20 tokens. Die draaien op het Ethereum netwerk. Ja. Zoek eens voor mij uit hoe moeilijk het is om een eigen token te krijgen. Verzin er een website bij. Ja. En ga cashen. Graaien mensen. Doe niet zo zuur. Zwarte hoor je ook vaak. Zwarte magie. Geld is zwarte magie. Dan moet je zo ver mogelijk van weg blijven. Want het is zwarte magie. Dat willen ze. Dat je dat gelooft dat het zwarte magie is. En dat je zo ver mogelijk van weg blijft. Want dan blijf je hele leven een slaaf. Voor 10.000 euro. Koop je een miljoen Jesus coin. Zo. Heb je een miljoen Jesus coin. Stel dat die in een gekke hype. Ja. 10 cent waard, hoor. Ja. 10 cent, hè. 10 fucking cent, wat ook niks is. Ja, dan heb je 100.000. 100.000. Ja. Meer.
Hoeveel staat hij nou? Heb je meer dan 100.000? Hoeveel staat hij nou op koers? 0,01. Oh, hij staat weer op 0,01. Hij schuift een beetje tussen 0,0014 en 0,007. 0,001. Ja. 0,001. Is het goedkoper als een miljoen? Denk ik. Ja. Dat is een verkeerd gegeven. Nee, daar heb je veel meer. Veel meer. Miljoen. Nee, koop het voor een tientje. Dus kijk, dat ging ik vanmiddag proberen om het voor 2 tientjes of zo wat Jesus Coin binnen te halen. Ik ben tenminste gesaved. Mocht het geen grap zijn. Een miljoen Jesus Coin kost die $1,000. Ja. Ja. Ja, wacht nog een weekje, want meestal is het zo met ICO's die net op de markt komen, dat ze even eerst gehyped worden. En dat zie je bij deze nieuwe code. Hij ging eerst 100% per dag omhoog, de eerste 2 dagen. En nu krenkt het een beetje in elkaar. Wacht een beetje tot hij een beetje op het laagste puntje is. En koop gewoon voor een tientje desnoods. En wat kun je dan aan verliezen? Nee. Nee, mensen doen altijd heel zuur over, maar als je met dat soort bedragen spreekt. Dat heb ik toen ook gedaan met Pillar. Ik kan het gewoon aan mensen vertellen nu. Ik had €25 donaties aan Pillar. Dat is een cryptocurrency. Die waren toen $16. Die waren op een gegeven moment na 2 maanden 1,60. Dat is keer 10. En daar heb ik weer met de winst weer nieuwe crypto's van gekocht. Die zijn ook weer gaan stijgen. En zo kun je met €25 bij wijze van spreken kan je al een leuk zakcentje bijverdienen. Want we blijven nog steeds het doel nastreven. Die saloon. Die crypto's houden, want dat blijft de saloon kan er nog steeds. Ja, dat vroeg Gerben. Zoals Mickey al zei. Tegen mij, we kunnen kijken of er een klein baby crash rondje naast kan. Ja. Ja. Met kleine lasso-werfspelletjes en zo. Schiet uit. Klein ballenbakkie. Ja. Hamburgertje. Kipnuggets. Kleine boksballetjes. Ja. Dat zag je zo. Klein klapje. Alleen in de buik. Ja. Dat zal omvallen. Nee, dat komt helemaal goed. Oh, een nieuwe vraag. Waar raad je aan om cryptocurrencies te kopen? Bijvoorbeeld in de toekomst de NLP zo inderdaad, Guus. Ja, dat ligt eraan wat je wil kopen. Wat zijn een paar grote trade centers waar je grote munten kan kopen? Als je betrouwbaar, laat ik het zo zeggen. Wat ik heel vaak doe is, heel veel wat ik haal zijn ERC-20 tokens, wat ik net zeg. Dat draait op Ethereum. Dus wat je dan moet hebben is Ethereum. Want dan kan je dan weer traden voor bijvoorbeeld Jesus Coin of Spankchain of noem ze maar op. Dus als je van euro pak een beetje Ethereum of een andere bekende crypto wil kopen, dan zou ik naar Litebit, Litebit.eu gaan. Dat is een Nederlandse site. Is 100, ja, ik kan niet zeggen 100% te vertrouwen, maar is een grote speler in de crypto wereld. Wordt als betrouwbaar haar. Ja. En ik heb al een paar keer te maken met een paar issues of zo, dat er iets raars gebeurde. Want je zit natuurlijk nog steeds in de beginperiode. En dan mail je ze. En dan heb je binnen no time heb je gewoon antwoord. Dat is waar even mensen hoor. Bijvoorbeeld, je zou je kopieën van je paspoort en alles op moeten sturen. Nee, dat is alleen maar dat ik was verteld. Als je gewoon klein. Ik heb nog nooit meer dan. Ik heb wel eens Ethereum nodig. En dan is het niet meer dan een paar tientjes. En dan kan je al met een standaard accountje, wat alleen je e-mailadres is, kan je al tot, wat las ik nou laatst? Iets van 100 of €200 kan je. Per keer kopen. Ja. En als je gewoon een kleine verificatie, dat heet Daylightbit zelfs voor mij, want daar kwam ik niet uit, want ik heb natuurlijk geen smartphone. Dus dat lukte bij mij niet. Ik moest een sms krijgen met een code, maar die kreeg ik niet. En toen hebben ze voor mij zelfs gezegd, joh, wij vertrouwen jou, jij krijgt een stapje hoger. Dus ik kan nu, dat heb ik nog niet gedaan. Volgens mij €500 of €1,000 of zo per dag kopen of verkopen. Snap je? Zonder. Je kan wel, als je echt een groot geld verdienen bent en je wil per dag €1,000 gaan lopen traden. Ja, dan moet je inderdaad bij de meeste. Niet bij allemaal trouwens. Dan moet je ID. Ja. Maar dat is een verhaal dat mensen vaak horen van iemand. En dat blijft dan weer hangen. En dat wordt weer herhaald door de vrijlandjes en alles van deze wereld. En daar gaan mensen in geloven. Maar als je het doet gewoon zelf een keertje te proberen. Dat bedoel ik helemaal niet verkeerd. Dat bedoel ik als tip als je interesse hebt. Probeer het gewoon. Ik ken mensen ook die ik zal geen namen noemen. Die er interesse in hadden. Die heb ik wat kleine tips gegeven via de mail. En niet investeertips of zo. Gewoon kijk eens naar Interdelta bijvoorbeeld. Lightbit. Kan je goed dingetjes. Kan je goed instappen. Snap je? En geloof niet alles wat je hoort. Ook niet wat ik zeg.
Maar ik heb een aantal exchanges gebruikt. Binance, de grootste van de wereld. Niks met IT, helemaal niks. En ik zag daar de limits. Die waren geloof ik een paar bitcoins per dag. Ja, dan heb je het over tienduizenden dollars. Zonder dat ik legitimatie moet laten zien. Maar ja, er zijn ook exchanges inderdaad die wel zo zijn. En die ik ook niet kan gebruiken, want die heb je een smartphone nodig met een rare Google Authentication en alles. En dan ga je al met ID's en shit. Die zijn er ook, ja. Maar als je gewoon een beetje zelf zoekt en niet alles aanneemt van die vier mongers van de media. Vooral die van de alternatieve media. Gaat er een wereld voor je open. Op weg naar de singulariteit. En de AI. God. Want die, daar chill ik stiekem voor. Nieuws zegt, lijkt iets toch goed uit je. Toch maar eens beginnen. Als je een week geleden een ETH had gekocht, was je nu 100 ekkies rijker. Nou, ik heb toevallig iemand inderdaad die dat gedaan heeft. Nee, hoeveel? Een kleine hoeveelheid. Een ETH. Nee, één. Ja, één ETH. Ja. Eén Ethereum. En die zijn in een week. 100 euro's gewoon. Ja? Ja? Kan ook wel eens een keer de andere kant op gaan, maar net zoals bij de normale beurs zit er een stijgende lijn in het algemeen. Je hebt, en dan maken ze je bang voor en dat ziet eruit als een crash. Dan komt er bij crypto alles sneller gaat dan bij de normale beurs. Bij de normale beurs heb je ook 4 jaar lang gaat het gestaag omhoog, hebben ze een dagje dat het minder gaat, paniek, paniek. Met de crypto wordt nog alles 10 keer of misschien wel 100 keer uitvergroot. Maar als je daar gewoon mee om kan gaan en je doet long term, je gaat niet, je hebt ook heel veel van die day traders, dat kan je ding zijn. Maar dan zit je inderdaad constant op die grafiekjes te kijken en te verkopen, kopen. Maar als je gewoon wat Joost en ik voor de show hebben gedaan bijvoorbeeld. Gewoon een crypto leuk vindt. En je wacht even tot die... Ja, dat jij denkt van nou, daar is die goedkoop genoeg voor. Daar wil ik ze voor kopen. En ik ben bereid om ze bij wijze van spreken 2-3 jaar vast te houden. Ja, dan heb je gewoon meestal... Behalve als je inderdaad in de Jesus coins of zo gaat, want daar kan je geen pijl op trekken. Nee. Maar als je kiest voor gewoon Spankchain of wat ik zei straks, Pillar, waar grote bedrijven achter zitten bij Pillar bijvoorbeeld. Dan weet je dat het wel goed komt. Zo. This is now an investment tip. Verder? Tom die zei, fuck de NNL saloon. Toen zei ik, waarom? Toen zei hij, de NNL luisteraars zitten wijd verspreid over het land. Toen zei ik, bussen. Ja. Waarop Tom zegt, de reis naar Vlaanderen Vlaskast lijkt me toch leuker. Is nog steeds mogelijk, hè? Dat kan nog steeds, hoewel het wel lastiger wordt om kaarten te kopen. En Bas die reageert en die zegt, dat was wel een tegenval, ja. Station Ede-Wageningen, maar je moet super met de bus om naar Ede-Wageningen te komen. Ja Bas, we hebben geen flikker met Ede te maken. Bas, je hebt nog geluk straks. Bas wordt er nog redelijk in de buurt. Mensen uit Friesland of zo moeten komen. Waar zit in het midden van het land, man? Centraal. Ja. Het is nog helemaal niet zeker of hij in Wageningen. Hij kon ook niet in Wageningen. We hadden het laatste idee van ons was volgens mij midden in de Flevopolder. Ja. Daar heb je de ruimte. Ja. En dan kan je ook meer het Westen. Ja, dan kun je ook buitenterrein maken. Ja, maar je moet niet met buren en zo te maken hebben. Of met andere mensen die social justice warriors in de buurt of zo. Die gaan op een zeiken. Je moet kunnen schieten en vechten. Ja. En je moet paarden buiten kunnen neerzetten met van die grote drinkbakken. En die met sporen en de zijtrappen. En niet dat er van die vervelende mannetjes dronken langslopen die dan onze paarden in elkaar gaan mishandelen of zo. Wat grappig is. Guus zegt, mijn donatie blijft. Blijft? Ja. Dan kunnen we net die lifestyle omhoog houden. Ja, dankzij Guus. Ja, maar dat is wel... Ik Tom op het dan voor de tweede keer de NNL barbecue in de zomer ergens. Ja, ik heb ook wel eens... Ja, ik ga er niet in de uitzending zeggen. Doen we buiten de uitzending straks. Blijf hangen, Tom. Wie het ook zei. Tom. We moeten geen gek aantrekken. Nee. Zoals jij, Tom. We hebben nog 2, hè, mensen. Ach, man. Goed, we gaan erheen, hoor. 2 laatste nieuwtjes, jongens. Ik wil niet Martijn Pink in mijn laatste onderwerp. Nee. Ongeacht wat de andere is. Ik ga eerst Martijn Pink uit de weg helpen. Ja, we dan maar gaan. Ik irriteer me aan. Nu al. En ik hoop dat het gelukt is, want hij liet zichzelf dronen. Bijna. Hij stond tussen de drones. Vechtdrones. Niet normale drones. Vechtdrones. Drones. Waren ook gericht op het MIG? Hij stond aan het einde. Dan hoor je hem ook met allemaal gezoom om me heen. Al die drones vliegen om hem heen. Maar het is niet normale drones. Drones gemaakt om andere drones te vernietigen.
Anti-drone-draad. Ja, jij zei ook vroeger dat ding, Robot Wars of zo was dat. Dat die robots tegen elkaar gingen vechten in zo'n arena. Van die slijpwielen erop en shit. Hoe heet dat ook alweer? Je weet wat ik bedoel, toch? Robo Wars of zo? Ja. Weet je toch dat die allemaal robotteams in elkaar gingen vechten totdat de ene robot gewoon dusdanig naar de klote was dat die andere gewonnen had. Dat hebben ze nu ook met drones. Drone Clash. Martijn Bink was daar, hè? En met Martijn Bink ook de jongens in het geel en het zwart. Want die waren heel erg geïnteresseerd. Want die hadden zelf ook... Maar ik ga het gewoon draaien. Misschien kunt u zich deze bijzondere beelden nog herinneren. De politie die roofvogels trainde om drones uit de lucht te halen. Eind vorig jaar stopte de politie ermee. Omdat het toch niet het gewenste resultaat had. Goh, weet je nog? Dat hadden we in de show. Dat ze met die roofvogels, ja, op die drones gingen. Dat, ja. Nee. Daar hadden wij toen ook wel volgens mij... waarschijnlijk kansloos was. Kansloos. Daar zijn ze zelf nu ook achter. Okay. Maar het is wel nodig dat er kan worden opgetreden tegen drones die vliegen waar ze niet mogen komen. En daarom kijkt de politie met veel belangstelling mee naar de eerste editie van Drone Clash. Een spectaculaire wedstrijd tussen drones. En een serieus ondertoon. What's your strategy? Fly fast and hit them hard. We hebben een race drone gebouwd uit carbon. We kunnen alles beuken. En we zijn heel licht, dus ook heel snel. We hebben hele... Hij had gewoon een soort zwarte schijf had hij. Kunnen alles beuken. Daar kon hij alles mee beuken. Kunnen alles mee beuken. We zijn heel licht, dus ook heel snel. We hebben hele felle leds aan de buitenkant. Die gaan heel erg irritant knipperen. Ja. En dan hopen we dat de andere teams denken, dat is irritant om in te kijken. En wij hebben zelf speciale brillen die kleur eruit filteren. Dus wij hebben daar geen last van. Het klinkt echt als een plan die echt gewoon gaat mislukken. Dus felle lampen op de drone, zodat de anderen verblind worden. Maar hun hebben speciale brillen, dus hun hebben er geen last van. Briljant bedacht. Really fast launch. 8 internationale teams van dronepiloten die het tegen elkaar opnemen. Ze moeten proberen om elkaars drone uit de lucht te halen en zorgen dat ze allerlei anti-drone maatregelen overleven. Oh, de Dutch team is out. Het uiteindelijke doel is om een drone op een veilige manier uit de lucht te krijgen. Om op zo'n manier ook plekken te creëren waar drones straks niet aanwezig zullen zijn als het nodig hoeft te zijn. Vlammenwerpers, vangnetten en raketwerpers. Onder toeziend oog van de politie, die hoopt hier nieuwe ideeën op te doen. Drones zijn natuurlijk effect of life, hè. Dat komt overal in voor. En daar kunnen goede, nuttige dingen mee gebeuren. Maar ze kunnen ook vliegen op plekken waar dat niet moet. En dan moet je kunnen ingrijpen. Concrete aanwijzingen dat terroristen drones willen gebruiken om een aanslag te plegen, zijn er niet. Toch is de politie op zoek naar nieuwe... Dit is het nieuw van Martijn Bink. Hij stond nu in het midden van die Drone Clash Battle Arena. Iedereen was al weg. Maar Martijn stond er eens eentje en die had gevraagd... Het is leuk voor de tv. Want dat doet Martijn tegenwoordig. Vorige keer had hij met die... Dat hij op het scherm stond te ploepen. Ploep, ploep, ploep. Ik had helemaal dingen naar ze toe ging schuiven zo. En nu stond hij midden in de drone arena. En dan werd hij helemaal omringd door allemaal zoemende dronetjes. En ik zat maar te hopen dat er eentje met een geweertje gewoon even bam, bam, bam. Takala kop idee. Maar ik heb het niet gelezen of gehoord. Dus helaas. Om drones te kunnen onderscheppen als die vliegen op plekken waar dat niet mag. En dat betekent dan weer big business voor bedrijven die daar een graantje van mee willen pikken. Met deze drone kunnen we andere drones vangen. Wij kunnen een net afschieten en dat net blijft verbonden met onze dronecatcher. Waardoor je hem mee kan slepen naar een veilige plek. Dit is de dronekiller en het haalt de drone uit de lucht of stuurt het weer terug naar huis. Het is voor beveiliging en ja, ook vooral voor de paparazzi's. Hoe ging het? Nou, het ging geweldig, zoals je kan zien. Ja, de drone kwam helaas tegen de muur. Ja. En toen gingen we neer, helaas. Maar er is zo weer wat geleerd, hè. Ik heb wel een drone erbij, nou. Ja. Dat wel, dat wel. Dat wel. Je hebt wel een drone erbij, hè. Wat een slechte kutgrap, Martijn. Blij dat we van jou af zijn. Ja, dat wel, dat wel. Ja, heel veel mensen eigenlijk blij dat we vanaf zijn. Ja. Wie? Ja, alle ministers en weet je ja, wat. Ja, ja, ja. Ik ben niet meer druk te maken op mijn gabberhuis. Ferdinand. Die andere, die Hugo de Jonge. Oh, bah. Oh. Bah, bah. Oh, wat hoop ik dat die de volgende wordt. Nee, ik hoop Ollongren. Die staat bovenaan mijn lijstje. Oh, die vind ik echt zo na. Ik heb dat zelden gehad dat ik iemand zo niet kan uitstaan als Keisha Ollongren. Ja, en ik ben niet alleen daarin. Ik kwam er vanmiddag achter en ik heb 11 minuten naar hem geluisterd. Ik wist nooit dat ik het kon. Ik heb 11 minuten naar Boris van der Ham geluisterd. Ex-Kamerlid voor D66. En die had liever geen goed woord over voor Keisha en zijn partij. Dat ze vanavond en voor volgende week gaan ze die referendumwet eraf knallen.
En daar had Boris nog aan mee bedacht. Een van de initiatiefnemers van die wet was Boris. En Boris wist niet wat er van zijn partijtje overgebleven was. Dat ze nu... Hij zei, ik snap dat politiek... ik snap politiek dat je soms moet onderhandelen en zo. Hij zei, maar... en dat dan sneuvelt, daar kan ik nog inkomen. Hij zei, maar dat je dan als Kajsa Ollongren, als D66er, zelf de kar trekt om dat ding zo snel mogelijk af te schieten, dat ga ik niet, nooit begrijpen. Daar kwam het op neer. Dat is ook onbegrijpelijk. Ja. Voor D66, dat hebben we ook voorspeld. Dat hebben we nu al juist, denk ik. D66 heeft zichzelf kapot gemaakt door mee te doen in het kabinet. D66 kiezers zijn juist de gasten die dit mooi vinden, referendums en zo. Ja. Nou, die wordt vorige week afgeschoten. Daar hadden ze vanavond vergadering over. Zoals ze snel nu.nl raadplegen. Of er nog iets is. Ik zie die lelijke heksel weer. Oppositie. Er is fel van leer tegen D66 en Ollongren bij debat, schrap en referendum. Ja. Dit is een dag van verlies en rouw. Ja, maar zo denkt de D66 kiezer er zeker over. En het is schandalig. Ook al geloof ik niet in democratie, het is schandalig dat je een referendumwet maakt. En dat je dan één referendum gehad hebt. En dan kwam je niet uit. En dan doe je dan maar weg. Dan zien ze maar gewoon een dikke middelvinger naar het volk hebben. Maar hij gaat weg. Fuck jullie. Shut up, slaves. Shut up. Shut ik kan die kop ook niet uitzien. Alle onderdelen. Hier, kruisje. Weg. Dag. Dag, dag, dag. Oké. Okay. Man, klopt het wel? Ja, we zijn volle bak. Het is onze laatste show. Ze willen ze zijn allemaal lijkenpikkers. Ze denken, even zeker weten of die gasten nou... Dat is zeker weer een grap. Dus dat denken ze vaak van mij. Oh, zeker, Mickey maakt altijd grappen. Dan zegt hij weer wat. Hij bedoelt altijd het tegenovergestelde. Ja, ze hopen toch dat we geen janken. Ik ben wel aan janken. Ik ben best wel emotioneel. Het was nog wel een domme fout. Maar het was nog... Ik ga vanavond met Doris samen een wijntje drinken. En dan ga ik door die 4,5 jaar terugdenken. En wat het had kunnen worden en zijn. We hadden we die saloon ook kunnen hebben. Ze konden me nog niet normaal, Joost. Dan moeten we nog langer wachten. Alleen omdat jij een kind wil. Tom. Sorry, man. Sorry. Ik gun je dat kind. Maar wat moet ik dan? Dat vind ik toch. Wat moet ik dan? Jij wordt een complotconcurrentje. Oh ja. Oh ja. Oh. Nee, ik was even bang dat ik niet meer mijn gal kon spuwen. Oh, daar is helemaal niks aan de hand. Dat wou je zeggen. Er was zelfs één luisteraar erbij door mijn gehuil. Zie je? Het helpt. Ja, het gaat naar. Oh, ik ga straks nog meer huilen, denk ik. Helemaal omdat we nu de laatste clip gaan draaien. En ik ben ook vergeten wat het was. Wat was het, een goeie? Vast heel belangrijk. Oh ja, heel belangrijk. Wouter Slotboom. Nee, ja, persoonlijk iets. Wouter Slotboom. Jij denkt, wie de fuck is Wouter Slotboom? Ja. En waarschijnlijk denkt iedereen dat. Maar als je gaat opletten... Ja. Als je, als je de media een beetje volgt. Mensen die de media niet volgen zullen hem nooit kennen. Hou zo. Maar als je de media een beetje volgt, dan is het vaak over... Dat is tegenwoordig heel erg helemaal in. Ethische hackers. Ja. Dat noemen ze allemaal ethische hackers. En dan zitten er weer ethische hackers. En die gaan dan ons waarschuwen voor webcams en de Internet of Things. En daar hebben ze gelijk in. Hoe gevaarlijk dat wordt. Ja, hoe gevaarlijk dat is. En Wouter Slotboom die is ook wel eens bij... Waar BNN geweest. Dat was op een gegeven moment waar ook zij van de Piratenpartij toen bij was. Ja. Dat is een programma over hacken en hoe makkelijk dat allemaal was. En dus dat Wouter Slotboom. Die ging laten zien hoe makkelijk het was om de iPhone van het publiek van Filemon of weet ik veel te hacken. En daar komt Wouter is altijd erbij om te laten zien hoe makkelijk het is om iets te hacken. En dat je een goed wachtwoord moet inzetten. Dat is het altijd. Goed wachtwoord. En ga niet naar... Wifi-netwerken die je niet vertrouwt. Dat is wat Wouter altijd zegt. Meer doet hij niet. En ik zat altijd bij Wouter te denken. Denk, ben jij nou wel... Ja, want ik kom een beetje uit het wereldje. Kijk, ja, jij kent ze ook van je neefje. De echte scriptkiddies. Die gaan niet heel graag op de tv zitten. Met je zit op een donker kamertje. Ja, en die doen vooral hacken en zo.
En die komen ook vaak met voor ons onbegrijpelijke taal, wat ze gedaan hebben. En die zitten dingen te doen dat je denkt van, what the fuck zijn ze aan het doen? Ja. Maar wat Wouter deed, dat kan ik zelfs als visuele gehandicapte. Dingen die ik hem heb zien doen. Nou zat hij bij BNR en ik had niks beters te doen dan me te ergeren aan Wouter. Hij was zo'n 15 minuten of zo. Maar volgens mij heb ik er 1,5 minuut van gepakt. En toen stelde ik de vraag van, hoezo noemen ze Wouter Slobboom eigenlijk een ethisch hacker? En spoort hij wel helemaal? Is die jongen helemaal goed? Spoort hij wel helemaal? Want ik, als ik hem zo bij BNN en wel eens op de media zie, dan denk ik altijd, hij is net zoals mij. Hij heeft gewoon geen enkel smart ding. Hij heeft gewoon nog steeds een draadje in plaats van een wifi. Ja, hij is dan ben je zo eentje. Dan hecht je gewoon, want dat zegt hij altijd. Wifi is allemaal niet goed, Bluetooth niet doen. Kijk nou uit met je wachtwoord. Nou, ik denk, die heeft geen smart dingen. Maar in één keer bleek hij zijn hele huis ermee vol te hebben hangen. Slimme lichten, dan vond hij handig, want dan ging hij naar bed en zei hij good night. En dan gingen in één keer alle lampen uit en de lamp op zijn slaapkamer ging aan. En dan ben je jezelf noem je een ethisch hacker, hè? En je zit mensen te waarschuwen in datzelfde ding om vooral uit te kijken bij dat soort dingen. Maar dan zeg je van ja, ik heb het zelf wel allemaal aan, joh, fantastisch. Ja, goed, werkt toch goed. Dus daar heb ik een stukje van om even Woutertje te onderuit te trappen. Ja, want de speaker, denk jij dat dat het gadget wordt in het huishouden wat dan wel voet aan de grond gaat? Ja, want hij zat dus inderdaad te vertellen dat hij had een slimme speaker. Ja, fantastisch joh. Als hij dan ei moest koken, dan zei hij, ik ga ei koken, weet ik veel wat hij zegt. En dan werd er een alarm gezet door die slimme speaker. En dan zei hij, dat is hartstikke handig. Give me a perfect egg. Dat. Ja, want de speaker, denk jij dat dat het gadget wordt in het huishouden wat dan wel voet aan de grond gaat krijgen? Ik weet het niet. Ik moet zeggen, ik ga het wel steeds meer gebruiken. Ja. En niet zozeer om vragen te stellen, maar het is wel eventjes snel een wekker zetten als je aan het koken bent en je moet eventjes 3 minuten iets doen of zo. Dat soort dingen, dat vind ik wel heel erg handig. Ja, ja. Ja. En dat gaat allemaal via die speaker. Ja, dat kan, ja. Ja, en aan de andere kant vind ik het ook wel heel eng, want dat ding weet natuurlijk een hoop en die ziet een hoop. Ja. En dan is de vraag natuurlijk, het bedrijf wat dat ding levert, wat doen zij daarmee? Ja. En, wat doen ze daarmee? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nog geen inzicht in gekregen. En ik zie wel dat dat ding heel veel communiceert met de servers van de leverancier. Oh. Maar wat daar nu precies in zit, dat is niet helemaal duidelijk. En dat interesseert me ook, met andere woorden. Daarom draai ik dit. Hij is ethisch hacker die het hele volk moet bewust maken van de gevaren. Hij gebruikt een slimme speaker. Moet je zelf weten. Hij ziet ook, want dan kan iedereen die even googelt. Hij ziet ook dat dat ding contact maakt met de server van dat bedrijf. Maar hij weet niet wat er dan allemaal uitgewisseld wordt. Nee. Onthoud dat, ja? Ja. Onthoud even. En dan laten we hem doorpraten. Die mafketel. Maar wat daar nu precies in zit, dat is niet helemaal duidelijk. Het is wel zo dat het, waar veel mensen bang voor zijn, dat zo'n speaker heel de dag mee loopt te luisteren, en dat je dus eigenlijk gewoon een open microfoon in je woonkamer zet, dat niet zo is. Huh? Dat is voor dat apparaat technisch gezien onmogelijk. Hoe weet jij dat? Dat weet je niet. Je ziet dat ding contact maakt een paar keer constant met de server van dat bedrijf, wat onnodig is. Daarom hebben wij ook onze Nanny Live app toen een half jaar geleden het meteen uitgetrapt. Constant, omdat hij om de zoveel tijd met de site die dat gemaakt had, die app voor ons contact zat te maken, is niet nodig. Dat ding moet streamen, meer niet. Net zoals die slimme speaker. Die moet luisteren naar jou, wat hij nou gaat zeggen, magische woord, en dan naar jou gaan luisteren. Maar om jouw magische woord te horen waarmee jij die speaker activeert, is het gewoon een fact. Zoals het allemaal zegt, tegenwoordig, een fact. Dat ding al staat te luisteren, want anders hoort hij jouw magische woord niet om hem wakker mee te maken. Hij luistert constant. Hij luistert constant. Maar ik moet even naar Wouter luisteren. Wouter die weet dat er ook nog dan constant verbinding, maar hij weet niet wat er dan. Ja, hij is gewoon niet goed.
Wat? Ja, niet zo is. Want dat is voor het apparaat technisch onmogelijk. Weet jij niet. En er zitten twee chips in. Op het moment je moet een woord roepen en dan gaat het ding pas luisteren. Want het ding kan niet heel de dag alles opnemen en alles doorsturen. En dat zou voor die bedrijven ook helemaal niet interessant zijn. Want dat, dat kan niet de hele dag alles doorsturen. Dat weet jij niet. Want hij maakt de hele tijd contact met die server. Hij kan sturen allemaal. Hij kan sturen wat hij wil. Dat is een ethisch hacker, dit. Dit is een ethisch hacker. Dit is de expert. Heeft een smart speaker. En beweert dan... Ja, maar hij luistert alleen maar als ik het... Hij hoort alleen maar het magische woord. Maar ja, Wouter, dan luistert hij die de hele dag. Want anders kan hij jouw magische woord niet horen. Ja. Dat is gewoon... Dat is hoe het leven in elkaar zit, Wouter. Dit is, daar kan je niet omheen. Dat ding luistert de hele dag. En het is inderdaad een vraag. Wat hij ermee doet. Mag hij dat doorsturen, nee? Dat weet ik ook niet. Nee. Hij kan het wel. Hij kan het wel. Hij maakt de hele dag verbinding met die server. Mafketel. Data, en dat kunnen ze niet verwerken. En nu niet, misschien. Maar... Nee, nu niet. Ja, nee, die weet wat de toekomst brengt. Ja. Ja, voor mij is hij echt op een mand gevallen. Echt weer zo'n mannetje wat op tv en zo komt, dat gewoon eigenlijk gewoon weer een rol speelt. Dit is de zoveelste Rihanna van Raamsdonk, of weet je dat wijf. Een model. Modelletje. Model. Ja. Nou, dat was het. Dat was het dan. Dat was hem, jongens. Hij zit erop. De klus is geklaard. De lijkenpikken zitten klaar. Nee, zo bedoel ik het niet. Al onze fans. Nee, ik hou niet van fans. Wat zijn het? Luisteraars. Onze luisteraars gewoon, ja. Al onze luisteraars die al die jaren... Al die 28. En ook hen die ons ontvallen zijn en die wij het respect niet meer zullen noemen. Die zijn er ook. Nee. Nou, die eren wij ook. Ja, die eren wij. Natuurlijk. Ja, John en Yoko. Ja, daar zit jij het meeste mee, hè? Ja, vind ik jammer. John en Yoko. Vind ik jammer. Dat is wel ver. En Marlon. Marlon luistert denk ik nog wel. Ja, dat hoop ik. Erik luistert ook. Ik hoop het. Onze oude matties. Ja, maatjes. Ja. Ja, maar ja. En weet je, het is ook zo dat je niet kan weten wat je mist als je het nog niet mist. Nee, dat is volgende week pas. En nog heb je het gevoel, misschien is het op vakantie. Ja, maar er komt een dag, dat is met elke man overboord. Dan moet je denken, janken die nest wakker. En dan heb je die dosis nodig. En dan grijp je naar de YouTube. Naar ons. Oude uitzendingen. Ja, dan moet je dat doen. En even laven aan dat. Het is nog 600 uur uitzending, dat is een beetje op YouTube. 231, ja. Keer twee, nog iets. Ja. Dus ik kom weer redelijk richting 500-600. Ja. 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 All your light komt een eind, mensen. Bas zegt, gelukkig hadden we nooit seks, anders is het einde echt kut. Ja. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren. Als je in de live-uitzending zit, dan zijn we niet gelijk weg natuurlijk. Allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren 4,5 jaar. Nee, we gaan eerst nog even cupcakes eten terwijl jullie live zitten te luisteren. Ja, op, ja. Ik heb cupcakes gemaakt. Bedankt voor alle steun. Lachen. Ja. Leuk. Vele e-mails. Nooit. Nou, jij niet. Ik kreeg je veel. Je waren laks. Ik kreeg wel een lakse bende. Ja, naar jou. Denk ik. Ik kreeg ze nog. Hallo. Elke week. Meerdere mensen. Oh, zegt hoe dan ook. Jullie hebben ons leren luisteren en horen. Dank daarvoor, mannen. Blijf dat doen naar mama. Ja. Ja, hoe dan ook. Luister naar het complotconcurrentje. Ja, ik dacht, ja. Schijnt ook die ene gast die gaat iets doen. Proberen. Ja. Ja, misschien met steun van deze luisteraar. Zit hij in zo'n... Kan me voorstellen dat ik in zo'n hokje zit dan? Nieuw zeg, ik heb toch 3 afleveringen live bij me gehoord. Bedankt. Nou, bedankt dat je er was voor 3 uitzendingen. Mijn carrière move dat ik nu van onzichtbaar podcast doe. Straks in een hoekje kom. Een hoekje van het scherm. Ja, jij maar een podcast. En een vlogger. Vlogger? Gaan ze je bakken zien terwijl je zit te vader? In een hoekje. Ik ga niet helemaal. Nog niet begin. En dan kom ik binnen 2 jaar zin. Of helemaal. Niet zelfs Marcel. Dat is helemaal zo groot. Met een filmpje. Ja. Zeg maar. Met een filmpje. Hé, de wereld bestaat helemaal niet. Zeg maar. Dat zegt hij niet meer. Zeg helemaal niet. Weet ik niet. En die filmpjes niet. Nee. Kijk ze ook niet allemaal. Ja. Ja, voor de YouTube-luisteraars... Zit erop. Ja, YouTube-luisteraars, wil je op de hoogte blijven van eventuele...
nieuwe uitzending. Ja, blijf geabonneerd op Net Niet Live. En abonneer je ook op Indigo Revolution. De kans is het grootste als er in het nieuws echt iets. En dan moet het niet een afgetreden minister zijn of weet ik veel wat. Maar als Willy doodgaat of wat dan weer echt een groot, groot nieuws is. Ja, of een van onze vele voorspellingen, de Maitreya. Ja, ja, zulke grote dingen. Nee, maar ook, maar als er echt iets groots gebeurt, dan willen we misschien nog wel een keer een uitzending maken. En die worden dan gepromoot via indigorevolution.nl. Ja. De website netnietlive.nl blijft online. En voorlopig waarschijnlijk helemaal, want Guus blijft doneren. Ja, dan kunnen we het omhoog, dan blijven we. Maar ik vind het ook zonde om weg te doen. Het archief is er nog steeds. Het archief is er nog op BitTorrent Sync. Ja, ja, ja. Ja. Ja, en mocht je later ingestapt zijn in de reeks, dan heb je nog heel veel uitzendingen die je nog gelukkig nog kan pakken. Terugluisteren. Want elke Nanny Live is actueel. Het is allemaal een uniek kunststukje. Guus zegt dat prettige geklets. Dank. Zonder enige arrogantie. Jij was de enige Guus met een Z die ik ken. Ik ook. En ik wil ook geen andere Guus met een Z meer kennen. Nee, ik wil geen enige Guus meer kennen. Zoiets. YouTube-luisteraars, jullie bedankt. Wij gaan jullie afscheid van jullie nu al nemen. Tot een volgende keer. Ja, mensen. En dan draaien we nog wat jingletjes. En dan, ik zeg wel erbij, ik ben ervan overtuigd dat er nog een volgende keer komt. Wanneer? Ja, dat is de vraag. Hoe, waar, wanneer? Dat zien we. Dan hoor je nog jullie over ons. Zeker. Maar volgende week kan je gewoon vrij plannen. Ja, dan kan je gewoon weer. Het gaat niet meer gebeuren. Australia's Top Chef kijken of iets. Kijk, doe maar even. 7 tijd krijg je terug ervoor. Oké. Okay. Hier, ik zal nog één keer doortrekken dan. Hoppakee. In ons land geloof ik ministers van justitie gelukkig van welke partij ze zo ook zijn. Ook als ze liegen, ja? Gelooft u ze ook? Ze liegen niet. Ja, dan wordt het hier in aangetoond. Minister liegt niet. Wat is dat? Dat is onze eerste. De eerste. Ja, maar die Baywatch. Oh, dat was een scheidfout. Nederland schat in de slavernij. Dat was een show zo bezig, hoor. Dat is toch gaaf? Ah ja. De eerste en de laatste samen. Oh ja, de eerste en laatste samen. Niet te verstaan. Is niet te verstaan, hè? Dat er überhaupt mensen dan luisteren hebben al die jaren. Niemand heeft ons verstaan. Wat een teringherrie was dat. Ja, maar dat was dat Skype microfoon. Of ja, dat was een webcammetje met een webcam microfoon. Ja, 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 die hing zo aan een scherm. Dat was echt slecht. Ja. I'll be back. We'll be back. We'll be back. 15 men on a dead man's chest. Yo, ho, ho, and a bottle of rum. Drink and the devil be done for the rest. Yo, ho, ho, and a bottle of rum. 15 men on a dead man's chest. Yo, ho, ho, and a bottle of rum. The fear of this will blood yard. Book up all the bits now. You are fake news. Don't eat me, Hillary Clinton. Net Niet Live.